Goeiedag Omar, welkom in de nee, nee, podcast. Nee, 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 nee. We gaan de rollen hier niet om Het is gevaarlijk, hè? Nee, 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 Wat bedoel je, Omar? <laughs> Kunt u dat uh, Nodig is een vriend uitzien, in een andere vraag gieten? <laughs> Fantastisch. Het is wel een keer iets anders. De rollen Ja, omgedaan, top, ja maar goed, ik, ik word graag geïnterviewd, hè? <laughs> Toch? Ja. Door mensen die hun huiswerk doen. Ja, ah, voilà. En ik die oprecht geïnteresseerd zijn. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja. Nou, Als je mij een zesde versnelling wil, anders is de eerste versnelling... Ik wil Ik dat vr. je gas uh, plancheert, dat hij los op de macadam vliegt. gaat uh, oh, dat lukken? Zeker. Hallo, beste kijkers. Of beter gezegd, hallo, beste kijkers. Want jawel, we hebben vandaag een van de absolute iconen van het Vlaamse televisielandschap uitgenodigd. In de Vlaamse televisiegeschiedenis zal je niet één man of vrouw vinden die meer programma's heeft gemaakt dan de gast van vandaag. Welkom, Luc. Hallo. Dank u voor de uitnodiging, Omar. Luc, heel erg blij dat je hier vandaag te gast bent. En normaal gezien, ik weet niet of je dat weet, heb ik een intro-tekstje voorzien. Ja? Maar vandaag ga ik uh, de woorden van een bijzonder man lenen, want ik heb al niemand minder dan Paul Jammers gevraagd om jou hier vandaag te introduceren. En hij heeft dat op papier gezet, Ik ga dat even voorlezen. Oei. Als dat maar goed afloopt. Ik citeer. Ja. Het is moeilijk om niet te vallen voor de charme van de mens Lucalou. Maar het is nog moeilijker om de vragen te ontwijken van interviewer Luc Allo. Hoewel het niet altijd vragen zijn. Soms zijn het ballonnetjes die hij oplaat of visjes die hij uitgooit. Altijd speels, nooit kwaadaardig. Maar hij heeft wel altijd beet. Bekende mensen die tot vervelend toe werden geïnterviewd, vertonen de onhebbelijkheid om steeds weer hetzelfde te vertellen. Niet zo bij Luc Allo. Dat heb ik zelf ervaren. In 1991 zat ik als geïnterviewde voor het eerst oog in oog met Luc Allo... Een jonge lichtgewicht boxer met ontwapenende humor, maar met voldoende mensenkennis om op het juiste moment tot de binnenkant door te dringen. Toen al. Na het gesprek stel ik zelf een vraag: Wil je voor mij werken? Korte tijd later werd de eerste aflevering van Jambers uitgezonden. Mooi. Dat zijn de woorden van Paul Jammers, uh, Luc. En niet is aan de waarheid. Ja, ja, hij zal niet liegen. Nee. Um, wat doet dat met de mens, Luc, om zo mooie woorden te mogen aanhoren van een icoon ook? Paul is een uh, mooie mens, maar dat is ook de waarheid geweest. Want ik werkte toen voor het ter ziele gegaan weekblad P-Magazine. Uh -huh. En Paul wilde niet over zijn privéleven praten. En uh -huh. Karel de hoofdredacteur, had gezegd... Lang interview, vier, vijf pagina's, alleen maar over privé. Oei. En ik heb dan toch getracht een beetje naar de kern van de zaak te gaan. En ik vroeg gewoon, Paul, wie woont er in jouw hart? En toen is hem uh, opengebloeid en heeft okay. hij alles verteld. Mooi. Was dat uh, een bewuste tactiek om, om Paul op een, op een atypisch speelse manier te gaan benaderen? Ja, absoluut. Ik doe dat wel graag. Ja, Niet zo favoriet. expliciet vragen, wat is uw favoriete man of wat is uw favoriet standje uit de Kamasutra, maar iets meer bevlogen en poëtischer aanpakken, daar hou ik wel van. Ja, dat speelse heeft er altijd in gezeten. Heb ik ook tijdens mijn research wel ontdekt, want je bent uh, een beetje kuif in televisieland, denk ik. Ja. Je doet heel veel dingen op een, op een uh, mooi, ogenschijnlijk geïmproviseerde manier. Ja, dat klopt. Ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb uh, bazen ontmoet die mij die bevlogenheid en die naturel uh, toelieten. Mm -hmm. hè? Want in, in, in deze overgeformateerde televisiecultuur van vandaag, ooit is het anders geweest. Dan mag je van geluk spreken dat je toch nog geïmproviseerde programma's mag maken. Of tenminste, programma's die... Voor de helft geïmproviseerd zijn. Ja, jij doet dat, jij mag dat blijkbaar nog, ja. of je hebt dat afgedwongen. Um, dat interview met Paul Jammers, had je toen ook al het gevoel van: ik ben hier eigenlijk misschien wel stiekem aan het solliciteren? Nee, of? absoluut nee. niet. Want ik heb, criminolo ik heb criminologie gestudeerd ja? en um, in mijn studententijd heb ik een aantal mensen ontmoet die in de journalistiek te werk gesteld waren. Uh, wat was dat weer? In een café ontmoette ik dan een, een journalist van de morgen, die toen nog een regionale. Post hadden op de Sint-Quintusberg, Sint in Gent okay. was dat, herinner ik mij. En in een café vroegen ze dan, wij zoeken rockjournalisten, mensen die over muziek willen schrijven. Mm -hmm. En ze vroegen dat dan aan een aantal mensen die daar uh, elke dag op café zaten. En ik zei met mijn grote bek natuurlijk, ja natuurlijk. Mm -hmm. Terwijl ik dat niet kon. Maar dat is. Uh, af en toe moet je wat bluffen in het leven. En met Paul was dat niks anders. Dat is gewoon, ja. Dat was geen sollicitatie. Want mijn, mijn doel was. Had ik willen uh, tv maken of journalist worden. dan had ik in die richting gestudeerd. Ja. Maar ik heb gewoon criminologie gestudeerd. Dat dus. was nooit het plan, tv? Het plan was eigenlijk. Ik heb mijn aggregaat ook behaald. Een aggregaat voor de jonge kijkers. Dat is een studierichting om later les te kunnen geven. in hogere school. Eigenlijk was dat mijn grote ambitie: okay. om les te geven. Want ik heb altijd. Heel slechte leerkrachten gehad in mijn humaniora. Er zijn een paar leerkrachten die mij door hebben. Noem juist namen, zou ik zeggen. Ja, nee. Er waren twee goede leerkrachten van biologie en uh, van chemie. Die mij op het juiste moment de goede boeken gaf, de goede LP's. Want ik was snel schoolmoe. Er gebeurde niks. Het was saai in de, in de klas. Ik nam dan de rol op mij om van zotskap, van entertainment. Toch? Omdat er niks gebeurde. Toen al. En het was onze mooiste tijd, Omar. Dus we moesten die 50 minuten niet tien keer naar de klok kijken. hoe de tijd gaat tegen traag. Nee, er moest het met sponsen worden gegooid naar het bord. De stekker van de opnemen moest uitgetrokken worden. Animo. Dat was eigenlijk de opdracht. Die ik, ik had. Ja, maar toen ik aan enkele vrienden vertelde dat Luc Allo mijn eerste gast van seizoen 2 zou ja. worden, dan uh, was iets dat heel vaak terugkwam, dat als Luca tv maakt, dan gebeurt er altijd iets. Maar dat was toen in de klas dan blijkbaar ook al het geval. Dat is altijd zo geweest, er moest iets gebeuren. Ook op een bonte avond, op restaurant of, of je gaat uit, clubbing met een aantal vrienden, ja. Ja, we moeten alles uit de dag halen. Dat is altijd mijn credo geweest. Je moet zoveel mogelijk uit de dag halen, want het gaat voor deksels te vlug. En dat eigenlijk? is altijd geweest. Ik, heb dat al, ik had dat al op mijn 17, 18, 19. Je, je moet niet wachten tot je 60, nee. vooraleer je je leven tot ontploffing brengt. Het moet nu gebeuren. En dat is altijd mijn, mijn levensmotto geweest. Nu, het momentum ja. in alles. Gretig, gulzig. Dan maak je veel mee, dan, dan ja. gebeurt er wat. Mm -hmm. uh, het is, het is pas iets dat, dat misschien later in de podcast aan bod zal komen als we het over jouw nieuwe televisieprogramma's ja. hebben. Maar ben je, als je de balans opmaakt, op dat vlak tevreden van wat het leven jou nu al geschonken heeft? Ja, ben je bent dat... nog maar, laten we zeggen, halfweg. Ja, zowel in de liefde als uh, professioneel heb ik altijd de goede keuzes gemaakt. Ik heb altijd geluk gehad. Ik voel, ik voel me nog altijd een beetje een zondagskind. Ik heb spelenderwijs een leuke mediacarrière opgebouwd. Ik heb altijd mezelf kunnen trouw blijven. Ik heb geen programma's gemaakt tegen mijn zin. Geen, uh, nooit? Nooit. Geen opgelegde opdrachten, niet moeten plooien, altijd mijn mond kunnen open doen wanneer het moet. Mm -hmm. Ik heb mij niet te veel moeten hullen in diplomatie of in, in, in remgedrag. Dus ik heb altijd mezelf kunnen zijn, gelukkig. Ja. Maar dus, toen je vroeger uh, in de Blankenbergse duinen aan het spelen was, dan had je niet het plan opgezet van ik wil later de televisiewereld bestormen? Nee, nee ik ben inderdaad geboren in Blankenbergen. Toen Blankenbergen nog uh, een voorhistorisch stadje was in de jaren zestig, Heel veel toeristen uh, in gekke Stabilo-fluo-kleuren trainingspakjes. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar op de Zeedijk hadden wij Gaston en Leo. Dat is fantastisch. Dat was de tijd waar je nog grote tavernes had met uh, uh, Bob Benny Orkest, met Wiltura. Dat trad toen nog op op de ja. Zeedijk voor 800, 900 man. Pas op, ik heb wel een, een, een heel intense uh, uh, kindertijd gehad. Prachtig. Fantastisch. Prachtig. En mijn grote ambitie was... Voetballer worden, natuurlijk. Oké. Okay. Jij niet? Uh, ja, maar ik had ja. vrij snel door dat ik niet het uh, talent in mijn voeten had uh, gekregen om, ja. om dat te maken. Had jij wel talent als voetballer? We weten allemaal, Herman Brusselmans is een van de bekendste voorbeelden misschien. Die had kunnen doorbreken. Ja, bij Lokeren. Uh, bij Lokenen, Zegt hij. Herman ja. Mommens was volgens mij zijn concurrent. Klopt, dat? Ja, klopt. Klopt, bij de UEFA's. Ja. Maar ik weet het niet, want ik heb maar in Blankenberg gebleven tot mijn elf. Mijn pa is dan gescheiden. Hij mocht door die scheiding geen les meer geven in het katholiek onderwijs. Waar hij Grieks en Latijnse gaf. Hij moest buiten. Dat was een schande? Dat, toen? dat was een grote schande. We zijn dan verhuisd naar Antwerpen. En toen heb ik dat... Want ik speelde... Poh, Zes, zeven uur voetbal per, per dag, echt waar, met, met oudere leerlingen van de school. Ik werd dan als jonkie, als, als acht, negenjarige gekozen om te spelen met gasten van 14, 15. Dus okay. er was wel talent. Blijkbaar. Bon. En we zijn het dan kwijtgeraakt, want ik heb dan tussen mijn twaalf en mijn achttien in Duitsland vertoefd, omdat mijn pa daar ging lesgeven mm. in een atheneum. En ik ben dan eigenlijk uh, Schist, de ja. opleiding. Eigenlijk had mijn paal moeten zeggen, voetbal belangrijk. Je gaat nu naar die ploeg. We gaan dat opvolgen. Je gaat trainen. Maar we hebben dat losgelaten. En als ik van één ding spijt heb, is het wel van dat. Wat zou het geworden ja. zijn, mochten we daar echt achter hebben gestaan. En echt gedisciplineerd, getraind en, en gevoetbald. Misschien was het maar derde of vierde klas. Hè? Dat kan. Hè? Maar ik had het wel willen meten. Snap ik. Ja. Want ik weet niet of je het hoort, maar mijn vraag is juist gevallen. We hebben ooit eens uh, samen op café gezeten, of op restaurant, ik weet niet. En je hebt ja. mij verteld dat je ooit met een Roemenige in de ploeg hebt gespeeld. Kan ik daar? heb ooit in de ploeg Rachtig. gespeeld tegen Michael Roemenige. Ah, tegen. Die toen speelde bij Bad Sassendorf. Ja. En die dan later is doorgegroeid, oh. even een paar seizoenen bij Dortmund. Even dan aangeschurkt, omdat zijn grote broer Karl-Heinz Roemenige bij Bayern, München, speelde. Ja. Maar zijn carrière is eigenlijk in Mineur geëindigd. Maar bon... Ja. We hebben samen op een veld gestaan, ja. maar bon, dat wil niet zeggen dat zeker. Een, Ik uh... heb ooit samen ook gespeeld uh, met uh, wie, wie was de trainer? Uh, maar dat was dan met sterren en comete. Maar bon, dat doet er eigenlijk niet toe. Mm. Dat doet er eigenlijk niet toe. Jawel, er doet er wel toe. Tijdens mijn programma Sterren en Kometen, op 36-jarige leeftijd, heb ik mij ingeschreven bij Eendracht Alst onder Barry Hulshoff. Dat was een mediastunt natuurlijk. Barry maar ik was zo blij als een kind, want ik mocht mee met die gasten. Ik, ik mocht af en toe eens een, een, een B-wedstrijd spelen. Mm -hmm. Maar dat was zo'n soort goed, maar goed. Ja. Zo nog even de geur van gras snuiven met echte voetballers. Dat is toch al het allerhoogste. Mm -hmm. Dat is nog altijd... De droom, de kinderdroom. Ja, Absoluut. Ja. Dat is mooi, dat ja, snap ik 100%. Uh, was Luc Allo? want je bent een beetje een persoonlijkheid, vind ik. Of, of maar dat is niet waar. Associe... Waar haal je dat? Ik waar associeer haal je dat? jou ook wel, ook op televisie. Dat je is hebt perceptie. Toch, je hebt toch mooie... Omar, jij bent de man tegen de perceptie. Ja, maar je <laughs> hebt toch een heel mooie uh, vriendschappen of relaties Je gaat op televisie al sinds ja. met Jean-Pierre Van Rossen, met... Uh, Herman Brusselmans, goede liedjes zijn toch figuren die ook wel van een zekere dwarsheid ja. uh, maar je zegt het, ik, ik, ik voel mij zeer aangetrokken tot uh, mensen die eigenzinnig zijn, die mm -hmm. eerlijk zijn, die de tong op het hart hebben, die dwarsliggers zijn, die rebels zijn, die niet voor de easy way kiezen. Ik ja. heb daar altijd ook in mijn jonge tijd, in mijn studententijd, een voorliefde voor gehad. Mannen met karakter, met lef, ja. die... Um, Liever een leerreject dan een, dan een maatpak. Ik zie het. Dat is het. Want jij bent ja. ook de man die zei: van, Ik wil heel graag de jas zijn op de podcast. Uh, omdat je mij vraagt om haar, maar geen hoofdtelefoons. Geen je hoofdtelefoon. Je bent de eerste die dat zegt? Ja, vraagt. maar ik zal u uitleggen waarom. Als je een hoofdtelefoon. Ik doe dat ook als ik radio maak. Nooit uh -huh. geen hoofdtelefoon. Omdat je dan je eigen stem hoort. Klopt. En dan begin je na te denken: wat zeg ik? Is het de juiste toon? Ja, ja, en, dan, en dan verlies je misschien 5 of 10% aan naturel. Ja. Maar dat is een goede tip. Misschien moeten we dat ook doorzetten. Weg met die flauwe kul. Uh, misschien moeten we mee. gewoon uh, vertrouwen ja. op uh, microproductie, productie, een cameraatje en gaan. Ça, ça. Dat is we vandaag uh, heel erg graag gaan doen met jullie. Ja. We beginnen natuurlijk bij het begin, uh, Luc. Je bent uh, geboren in, of getogen, als je in Blankenberg Geboren, dat weet ik. Geboren ook. Geboren op uh, Fabiola Ziekenhuis. Ah, voilà. Ja. En, en je was daar uh, een, een jongen die dat heel. Frikko genieten van, uh, van de duinen, van, de, van jodium in de Blankenbergse lucht. Maar dan nadien uh, blijf je toch voor je papa te kiezen of met je papa mee te gaan richting Duitsland ja. na de scheiding. Ja. Was dat geen moeilijke keuze? Dat was een zeer moeilijke keuze. Uh, mijn mama had het toen wat moeilijk met de scheiding. En uh, we hebben voor het avontuur gekozen. Maar ik, ik keerde wel om de twee weken, een weekend terug. Dat was een heel gedoe. Ja. Want Soest is wel 500, 600 kilometer ver. Maar dat was een heel fijne tijd om. Je moet weten, ik ging naar school in de college in Blankenberg. Allemaal mm -hmm. jongens. Hè? Heel saai, heel stug, gedisciplineerd. En toen, op 12 jaar, was dat een atheneum met gemengde schoolgaande jeugd. Dus mijn wereld ging open. Dat zal wel. De meisjes uh, kwamen in mijn leven binnengestapt. Los daarvan waren er ook Engelse um, soldaten in Soest. Mm -hmm. Engelse jeugd. Soest is Duits. Duitse jeugd. Tien kilometer verder waren er Amerikaanse soldaten gecasineerd. Ja. Amerikaanse. Jeugd. Dus dat was little, little, uh, little Europe, bij wijze van spreken, ja. daar in, 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 in Soest. En we gingen gaan, gaan, gaan voetballen met de Duitse kinderen. Wij gingen uit met de Engelsen. En, en we hadden een Duits lief. De grote speeltijd. Dat was, fantastisch. Dat was ja. fantastisch. Ongelooflijk intense tijd. Moest er een pilletje bestaan. Ik word terug twaalf. Om ja. dan nog eens heel intens te herbeleven. Want achteraf bekeken. Had ik het drie keer zo intens moeten beleven. Maar bon, achteraf. Dan wou ik je vragen, want je was toen 10, 12 jaar. 12, bent? ja, tot mijn 18. Voila. Dus 12 jaar, dat is ook wel op heel jonge leeftijd: kiezen voor het avontuur. Ja. Heel veel kinderen zouden zeggen, ja, ik blijf bij mama in Blankenbergen, ja. waar ik het ken. Het is zo gegaan. <laughs> ik heb daar niet te lang bij stilgestaan. Dus dat was de natural way of doing, ja, bon. Okay. Ben je enig giet, of heb je een broer? Dus? Uh, nog een oudere broer. En die is in Blankenbergen? Nee, nee, nee. Die, ah, ook die is ook meegegaan. Okay. Ja. En mijn pa is toen of... heeft trouwd. Uh, en heeft een, nog twee kinderen gehad. Dus op een bepaald moment waren we met vier zonen. Ja. Ja. Is, is je broer, uh, een persoonlijkheid zoals Luc? Uh, iets in, in, intimister. Uh, okay. in, intiemer, uh, introverter. Ja. De oudere broer. Ja. Vaak heb ik uh, gemaakt. Ik weet het niet. Ja. Dat wordt wel eens gezegd. Maar hij heeft mij wel, iets vijf jaar ouder, hij heeft mij wel de, de, de goede LP's in de maag gesplitst. Aha. Lou Reed, Eric Clapton, allemaal op heel jonge leeftijd geïngaleerd, leren kennen. Bo Mannen die je ook bodille. hebt ontmoet persoonlijk. Ja. Lou Reed heb je ontmoet? Eigenlijk. Lou Reed, ja, later. Ja. Voor p magazine? Of... Uh, voor Sterling Kometen, een, een, uh, een, een media magazine, en, en dat was in 1999 of 2000. En we kregen, ja, we kregen 10, 12 minuten met de heer Lou Reed, die toen optrad. En je weet, een held mag je nooit ontmoeten. Of vaak dat is loopt. een ontmoeting met een yes, held. Jij zit hier ook. I know, maar vaak is een ontmoeting uh, met een held. Een, hè, dat loopt dan af op een sisser of, mm. of dan verwacht je meer van of het... avontuurlijke Luc. Maar yeah. bon, uh, yeah. twaalf minuten en hij nam het interview over. Ik, mm. ik, ik was ongelooflijk zenuwachtig. Ik wist niet wat vragen. Ik, ik kent dat. Ik, ik had een doos pralines mee. Een redacteur gaf dat om om het Charmant, ijs te breken. Charmant. Ja, bon, maar dat was allemaal flauwekul natuurlijk. Ik begon meteen over zijn uh, grote liefde, Laurie Anderson. It's none of your business. Echt, oei. En ik was gechoqueerd. Ik dacht: van fuck, de, dat interview is hier naar de haaien. Maar hij nam het over en hij was heel sociaal okay, en okay. aanhankelijk en mooi en vertelend en verwarmend. Dus voilà. Want je sprak al over TV6, Steren en kometen. Misschien ook voor onze jonge kijkers die niet goed uh, kunnen inschatten wat TV6 was. TV 6 was een uh, speels uh, geflipt mediamagazine. Die liep op de commerciële zender uh, tussen uh, ik denk uh, 97 tot, of 98 tot 2001. Vier mm -hmm. seizoenen. 30 afleveringen per jaar. En dat was vooral geïmproviseerd. Uh, bullshitten met bekende internationale en nationale helden. Die toen in die tijdsgeest nog allemaal. Een gouden randje hadden en ik probeerde dat er wat af te krassen. Ja. Bijvoorbeeld door te zeggen: Joh, Valle, grote zanger. Wij reden dan naar een LP-voorstelling of een CD-voorstelling. En ik zei: jo, leuke CD, maar niet goed genoeg voor een, <laughs> voor een grote verkoopcijfer. <laughs> en dan hadden we een debat. Reacties en dat was natuurlijk de onthutsing, de verbijzing. Ja. Oei, oei, want het was nog don. Je ging naar een persconferentie met goede intenties. Mm. En je zei: Leuke, leuke CD. Van waar de titel, waarom twaalf nummers, wat ga je nu doen, Jo? En wij delen het anders. Ja. Maar Jo vond het wel plezant. Tuurlijk. Het was een pesanter. andere manier van omgaan met, ja. met info en duiding en journalistiek. Maar het was altijd met respect. Ja, het was nooit kwaadaardig. Nee. Want ik was een van de vele kijkers, uh, de trouwe kijkers van TV6. Ik heb, denk ik, geen aflevering gemist. Ja. Uh, mijn vrouw Charlotte ook niet. Uh, en zij zei ook daar straks van... Ik heb zo hard gelachen. Dat ja. was een moment dat je bij Sergio Quiskwater in een maaiveld... En met een, een smartje. We, ja. we, we testen toen elke week een auto. En dat ja. was een smartje. En we gingen met Sergio de alternatieve autotest doen. En dat was dan ja, in een maaienveld rijden. Ja. Hoe goed uh, houdt deze smart zich staande in een, in een, in een, uh, in een Ja, ja Zo'n dingen. Maar ik heb je ook iets met een cabrio in een car wars die rijdt? Ik dat? Nee. Dat is nog maar een paar jaar geleden. Ah, voilà. En dat was dan een ander programma. Allo met, Media met Ingeborg. Ingeborg. Ja, klopt. Komingenborg met een cabrio, boom, car wash binnen. Er moet iets gebeuren. Ja, ja Jean-Pierre Varossem die op zijn fiets op zijn gezicht gaat. Dat gebeurde altijd. Dat was onvoorzien, natuurlijk. Ja, maar wel goed in tv. Ja, goed in tv, ja. Um, zijn dat ook mensen die. Want er zijn mensen die vaker terugkwamen, Jean-Pierre, Jovali ook wel, denk ik. Ja. Zijn dat mensen die aan vrienden werden of was dat toch een afstand? Vrienden in de media maken is niet zo gemakkelijk. Nee? Fijne collega's. Ik ging daar niet mee op de lappen achteraf. Nee. Uh, ja, Varos was ook een moeilijke man. Een moeilijke figuur. Eigenzinnig. Introvert ook. Een loner. Ja, toch wel. Issues. Veel meegemaakt. Getraumatiseerd. Uh, opende zijn hart ook niet. Uh, had, een eigen, had een eigen leven. Had, 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 had een eigen. Starre. Ja, doen, toch wel. Maar heel fijne man. Altijd goed samengewerkt. Kwam altijd op tijd. Samen eten. Maar om, om, om de nacht mee door te trekken. Nee. Ik doe dat wel graag. De ja. nacht doortrekken met iemand. Ja. Zijn het Iets zo... gaan eten, naar een discotheek, wat blijven hangen. In de hangen. Dat gaan we hangen. straks doen, Luc. Dat gaan we straks. Gaan doen. We straks zeker doen. Uh, want, ja. want je hebt dat bijvoorbeeld met Arno wel gedaan, dacht ik. Nee. Ja, Arno. Ja, absoluut. Een man, leuke man. Uh... Leuk. Maar ook loner, loner, heel wantrouwig naar nieuwe vriendschappen. Um, Begrijp ik ook wel, denk ik. In de media, wie zijn uw vrienden, wie zijn ze niet? Harde concurrentie, harde competitie. En dan merk je toch dat heel veel mensen Heel wantrouwig zijn naar uh, mogelijke nieuwe vriendschappen of, of intenties in vraag stellen. Maar Arno, fantastische man. Fantastisch man. Ik, ik ben daar maandenlang ziek van geweest na, na zijn overlijden. Maandenlang heb ik, ik de LP's van TC in aanloop. Ik heb hem nog een mooie brief geschreven. Toen dat ik hoorde, heeft hij nog gebeld. Een mm. paar, paar weken voor zijn overlijden. Allee, heerlijke man. Want ik ben jou ook wel dankbaar, Luc. Jij hebt. Uh... Uh, februari vorig jaar, 2022... Uh, ...mij uh, uitgenodigd om mee naar zijn concert te gaan... ...in de Ancien Belgique. Ja. En ik zei Viveren, ook... Ja. ik Ik zei ook vivre. Ik zei ook tijdens het concert... Um, ...dat leek op een heel intiem afscheid tussen vrienden. Hoe jij naar hem aan het kijken was... Ja. ...hoe hij optrad... En, ...en je voelde daar gewoon een heel speciale ja. connectie tussen jullie twee. Ja. Uh, waar heb je hem leren kennen? Ik heb hem leren kennen al heel lang geleden... ...in Café Revenge 88... Goede naam. In de jaren 80, begin de jaren 80, uh, toen hij net met die Symmetic begon, 283, is hij gestart. En heel gewoon, student, rock, rocker, maar, maar heel modest. En, 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 en altijd uh, een goede band gehad, ook, ook als hij met die Symmetic optrad en later als Arno, altijd. En ik was zo blij als een kind dat hij altijd meedeed. Aan mijn programma's door de jaren heen. Dus hij deed mee aan Sterne en Comedie, hij deed aan alle dingen mee. En ik was al, dat was altijd heugelijk om, om met hem een leuk stukje TV op, op te nemen. Want hij was niet gemakkelijk nee, om, ook om ik... uit te nodigen, om televisie mee te maken, om mee te doen. Maar het was altijd een uh, Heel rebel persoonlijkheid toch ook. Ja. Ik heb ooit, ik weet niet meer, op, op de VRT was nog een, een zomerprogramma. Uh, Met Marcel van Tilt, dat hij opstond? Ja, ja. maar je weet het. Heerlijk, dat is Arno. Tuurlijk, ja, dus, dus dat. Hij vond de vragen niet goed of hij vond de andere gasten niet goed? Ja, nee, nee, nee. Ik ga de namen niet noemen, maar er, er zaten een aantal dames in de set. Hmm. En het ging over een thema, een flair-thema. Laten we hmm. het daarbij hmm. houden. En Arno zei: Ja, Marcel, moet ik hier nog langer blijven zitten? Dat is het zevene, hè? Marcel Touton, En hij gaat daar wel weg, maar op het einde van de show heeft hij wel zijn nummer gezongen. Ja. Zo, voilà. Ook allemaal wel goede tv hè. Ja. Dat zijn, maar dat zie je te weinig nog. Iedereen heeft uh, een media mediatraining. Tegenwoordig Omar, is, is heel veel in, in, in de tv-wereld gescript, afgesproken. Een talkshow, gelijk dat wij nu hebben, hmm. er is niks afgesproken. Hmm. Maar je moet weten, al eeuwenlang komt een redacteur naast mij zitten. Luc, uh, de presentator gaat afvragen. Het zou leuk zijn dat je dit antwoord, want we hebben een quote voorzien. Of een filmpje. Maar zo werkt het, hè? Ik zit onbegrijpelijk. En daarom doe ik geen, geen interviews niet meer. Om, omdat, één, er is een desinteresse. Twee, je kunt niet zeggen wat je wil. En de naturel is weg. Ja, maar dat is onbegrijpelijk. Waarom, onbegrijpelijk. Wat drijft die redacteurs? Ja, Wat het het drijft heen. hen? Dat is toch gek? Want kijkers zien toch ook veel, uh, veel liever iets, iets gebeuren. Verrassing. Ja. Um, uh, iemand die geïnterviewd wordt en die verrast wordt. Of een antwoord geeft. Dat, ja. je niet ver... dat is toch ja. veel leuker, ja. denk ik. Ja, absoluut. Uh, want je zegt, ik maak, ik maak dat niet meer, maar eigenlijk maak je het wel. Want nu, as we speak, is er uh, jouw uh, nieuwste kind uh, op ja. Proximus Pix. Ja. Um, de laatste honderd uren. De laatste honderd uren. Ja. Waar is daar de bedoeling van? Leuk, vertel eens. Dat is een leuk programma zonder reclame, waar ik uh, 60 minuten praat, een one-on-one -on -one, zoals dit, met een bekende, belangrijke, interessante persoon. Mm -hmm. En ik Dankelijk. praat daarmee. Uh, een uur lang en we beginnen bij de geboorte en we eindigen vandaag de dag. Ja. En het spelelement is, op het einde van het programma, praten we dan daadwerkelijk over je hebt nog 100 uur te leven. Wat ga je doen? Mm -hmm. Wat ga je doen met die 100 uur? Maar eigenlijk gaat het over werk, leven, liefdes, professionele keuzes, ja. pijnpunten. Want het loopt nu al. Ik heb al een paar namen. Um, Goh, uh, vrij, je kunt het allemaal. Zijn alle namen al bekend? Je kunt het allemaal opvragen. Okay. Uh, de... Guy Swinne, Herman Brusselmans, uh, Björn Soenes, uh, Eddy Plankaert, Goede Lelikes, uh, Hilde van Michem komt eraan, Mark IJskens... Delphine Leconte, allemaal zeer interessante mensen. Boeiend, boeiend. Ja. Want ik had uh, in mijn persoonlijke bibliotheek al dit boek liggen, de laatste 48 ja. uur, je hebt het nu verdubbeld. Ja. Uh, ik heb het boek onlangs nog eens herlezen, bijzonder boeiend, want ik vind, dat, zijn, dat, is, een, dat is een heel interessant uh, idee om een gesprek te starten. Voilà, een beetje ik. filosofie over het leven, altijd, altijd interessant. Ik praat ook graag over, ook met vrienden, hè. Ook mijn, ze zeggen allemaal, ja, maar mannen kunnen niet praten, dat is allemaal alleen over voetbal en vrouwen en, uh, en drank. Hmm. Maar ik doe niet liever dan een keer echt in de diepte gaan. Filosoferen. Op een reunie, onlangs, vrienden van vroeger die zeggen, ja, het huwelijk gaat niet zo goed. Ik woon al twintig jaar uh, samen met mijn geliefde, maar ja. al tien jaar is de futter uit. Dan ben ik de enige die zegt, durf je je relatie in vraag stellen. Je hebt maar één kaartje om een leuk ja. leven te leiden. Eén levenskaartje heb je. Waarom zit je nu al tien jaar van je leven te verneuken? Ik bedoel... Ja, is waar. Praat erover, doe iets, breng de relatie desnoods uh, tot ontploffing of ga in therapie, maar communiceer erover. Maar die persoon liep al tien jaar in zijn hoofd van, dit is het niet. Ja, dat begrijp ik niet. Mm. Dat begrijp ik niet. En dan wil ik graag daar een zetje mm. aan geven en, en niet de andere kant op kijken of meteen naar een ander thema overschakelen. Nee, even de pijn bespreken, toch? Vind ik heel boeiend. Uh... En ook qua werksituatie, ook veel mensen die komen klagen. Klem. Ook... Een reunie is een soort uh, psychologie. <laughs> ja. Dat is een spiegel. Hè. Voor yeah. iedereen in zijn leven. En dan mensen die zeggen: ja maar ja, ik werk al zo lang in het ministerie en dat dient job En ik heb, ik heb niet uit, uit mijn leven gehaald wat ik eigenlijk wilde. Het kan nog, hè? We hebben allemaal in dezelfde klasse gezeten. En dan de reunie, 20, 30 jaar later. <laughs> oh, het is niet gegaan zoals ik wilde. Ja, doe er iets aan, hè, man. Hmm. Toch? Ja, zeker. Ga je nog vaak naar die reunies? Ja, ja, doe dat heel graag. Want is dat, is dat niet moeilijker als je uh, bekend uh, oh, nee. wordt? Dat zijn of net bent. de leuke reunies, want ze kennen u voor het media-fenomeen. En dat, dat is. is leuk. Ja, dat is waar. Die kennen nog... Ja. Uw authenticiteit. De van en als de de die dan zeggen: hey, je bent geen haar veranderd, nee, ja, daar gaat het hem om. That's that. Want ik ben eigenlijk niet veranderd. Mm. De perceptie van anderen is op mij veranderd. Maar ofom ben ik het niet veranderd. Nee, nee. En ik waak daar ook over. Maar dat merk je ook als je beelden van TV6 of zo terugkijkt. Vind ik. Voilà. Ik ben nee. gewoon op TV zoals ik ben. Ja, ik, ja. ik ben geen acteur. He, van, nee, nee. <laughs> als de camera's stil zijn, ga ik het niet opeens iemand anders zijn. Zo vermoeiend. Is dat jouw kracht ook? Ik weet het niet, maar ik vind dat zo vermoeiend om opeens een tippe te spelen of u anders te gedragen mm -hmm. wanneer dat de camera loopt dan niet. Dat is zo vermoeiend. Mm. Want wat je net zegt vind ik heel boeiend. Uh, dat mensen die dat een beetje vastzitten in hun leven, klemgereden, privé, ja. professioneel, het maakt niet uit. Dat je zegt: doe er iets aan, want het gaat. En, doe er iets maar aan. Maar dat spreek erover. Je... spreek erover. Ja. In eerste instantie, spreek erover. Hou het niet voor je eigen. Creëer geen maagzweren, want dat is de kortste weg naar een psychiatrische begeleiding. Dus ja, ja, communiceer en act. Zijn dat inzichten die je zelf hebt ontwikkeld door al die gesprekken met nee, mensen? Zoals... Ik had dat nee. al op mijn 18, echt, ja. echt op mijn 17, op mijn 16 al. Want toen had ik al door, en dat is eigenlijk misschien de grootste ontgoocheling in mijn leven dat ik zag van op, op 15, 16, 17 jarige leeftijd en de jeugd is sowieso determinerend voor hoe je je voelt, wie je wordt, hoe je blijft denken over het leven. Toen zag ik al, ja maar een leerkracht die is zo bevooroordeeld, want die hufter, die mooi gekleed is en een mooi jasje aan heeft, die krijgt meer kansen objectief dan die goede ziel met een leerjack en een witte T-shirt en Misschien wat aftandse schoenen. Mm -hmm. Ik zag toen al in de Humaniora de ongelijkheid, de onrechtvaardigheid. Mm -hmm. En ik dacht, ja, maar het is alleen in de Humaniora. Dat heeft te maken met de hiërarchie, ja. leerkracht, leerling. Ik dacht, dat zal niet zo in het grote echte leven zijn. Wat blijkt? 40 jaar later, identiek hetzelfde. Ja. Ja. Een klootzak in een maatpak brengt het verder dan een leuke gast met een gouden hart in een leriek. Metafoor, hè? Ja, maar het is opvallend. Ja, nee, ik, ik zeg niet dat dat een, een, een dat is regel een is, waar we wel maar gaan, het heen. is wel zo in vele gevallen en in te veel gevallen. Ja. Ik veralgemeen het niet, hè. Ja. Maar dat is de grootste ontgoocheling in mijn leven, dat dat, dat dat zo is. Begrijp je, begrijp je. Wat mij opviel bij het lezen van dit boek, of herlezen van dit boek, is, het is nog niet gek lang geleden, 2008, 2008 zo niet over... Het, enfin, ja, dat is een leven geleden, 15, niet zo nee, lang geleden. Kom op, 15 jaar, oké, okay, goed. Maar um, u heeft daar Jasmin uh, geïnterviewd, Wilfried Martens, ja, ik weet kardinaal het. Daniels, ik weet het. Jan Hoed, Jan Hoed ja. Luc de Vos, ja. Jean-Luc de Hane, um, Etienne Vermeers. Heel veel mensen die overleden zijn. Ik weet het, Jong. Ik weet het, jong. Ja. Ze vallen weg. De groten. En daarmee bedoel ik Etienne Vermeers, Jan Hoed, um, Arno mm -hmm. van Rossem. Daar hadden we nog iets aan. Hè. Mm -hmm. Die kleurden de media. Die hadden een mening. Die waren tegendraads. Die hadden een aanhang. En wat hebben we nu? Zelf... Wie hebben we nog over? We moeten Jambers koesteren en Herman Brusselmans koesteren. Ja. En Jan Beukwa nog een beetje. Maar daarnaast... Het is een heel zeldzame raas geworden. Waar is de re rebellie die een beetje aan de boom schudt? Zeker. In de politiek, in de media... Mm -hmm. in, de, in de brede cultuur pijnlijk te constateren hè ja vindt u dat terug in de nieuwe generatie steeds minder, minder. Uh, hoe verklaren we dat ik weet het niet ik weet het niet want je zou toch denken dat, dat de jeugd steeds mondiger en assertiever wordt uh, dat ze toch al op hun strepen staan dat ze beter geïnformeerd zijn dat ze heel veel kanalen hebben of is dat net tegenovergesteld ik weet het niet ik weet, ik weet niet wat er los is mm -hmm. die gesprekken die je hebt gevoerd bijvoorbeeld uh, bij jasmin het is vrij kort na het lanceren van het boek dat ze uh, ons verlaten heeft. hij ja. dat je voelde aankomen, want als ik haar antwoorden lees, dan vind ik het toch wel bijzonder verrassend, eigenlijk wat er dan nadien gebeurd is. Ja, maar er is een theorie over. Hè? Het overlijden van Jasmin uh, zou te maken hebben gehad met de uh, relatie. Een relatie, maar ook de uitvergroting in een bepaalde pers. Hmm. Er zijn foto's verschenen op covers van tabloids. Uh, die het psychisch gedachtegoed van Jasmin. Ja. in een tragische fase zouden hebben geduwd. Ik ja. kan me je... daar wel iets bij voorstellen. Ja, zeker. We hebben ook eigenlijk in diezelfde lijn Steve Stevaart gekend. Die had ook uit uh, ja. angst voor dreiging van bepaalde ja. magazines. De kracht van de media, de kracht van de stoute media. Hoe staat het daarmee in België volgens Luc hallo. Met? De, de media, de kracht van de media, uh, eventueel het misbruik door bepaalde krachten in de media. Je mag natuurlijk uh, niet alles op dezelfde hoop gooien, maar als je de media vergelijkt met 20, 30, 35 jaar geleden, dan was journalistiek het hoogste goed, mm -hmm. de vierde macht. We hebben topjournalisten gekend die voor iets stonden, mm -hmm. ethiek, deontologie rechtlijnigheid, rechtvaardigheid, schoonheid, poëzie, die ons informeerde ten goede. Ik merk nu toch dat er een heel pak van de journalistiek um, alleen maar uit is op, ja, commerce, helaas. Clickbaits. Clickbaits. Eh, online, bepaalde stukken, artikels moeten gehit worden, bij wijze van mm. spreken. Ja, en dan is... Uh, dan gaat het los. hè. Ik bedoel, dan heb je het niet meer in de hand. Nee. Ik ga de boetade zeggen. Als er op een online. een mooie. een mooie one-liner staat. Allo is verslaafd. Mm -hmm. Dan moet je aanklikken en dan staat er op pagina 17. bijvoorbeeld: Allo is verslaafd aan wine gums. Ja, ja, maar klar. de perceptie is er. Klopt. Niet iedereen drukt door. Er zullen een aantal mensen zeggen: Ja, hallo ja, is verslaafd, zie je wel? Drank, drugs, we hadden het zien aankomen, die man, die rare ja, ja. man. Hè. Dus er zullen een paar mensen zijn die in dat stigma blijven geloven mm -hmm. en die dat verspreiden. Een overgrote helft zal aanklikken en zal zien: Hallo verslaafd aan wijnkomst, die voelen zich bedot. Ja, zeker, tuurlijk. Die voelen zich bedot, oeh, is het maar dat. Maar de volgende keer klikken ze nog eens. En ze klikken nog eens. Dat is het probleem. Maar het is een leugen. Ja, zeker. Um, hebben redacties, of redacteurs moet ik zeggen, nog andere keuzes dan mee te gaan in die race aan de scoop of, of op een, laten we eerlijk zijn, degoutante manier, uh, lezers bereiken of proberen te bereiken? Alles is goed hè, om tegenwoordig lezers te bereiken. Ik bedoel, alleen in de weekendkranten zie je nog goede stukken en, en, ja, en, ja, en, ja, en er is zoveel concurrentie. Mensen die in de journal ik praat daar veel over, met journalisten mm. uit alle... Uit alle hmm. kanten. Hè. Is dat nu links, rechts? Is dat nu een populaire krant? Is dat nu een kwaliteitskrant? Hmm. Iedereen zit met een zeer opgejaagde agenda. Ze moeten scoren. Ze kunnen geen vrijblijvend stukje schrijven over, over Eddie. Eddie de keukenlare. Die een, een, een fantastisch uh, bedrijf heeft. met een aantal minderjarigen die op het slechte pad waren. Hmm. Die komen niet meer aan bod. Nee, Ze schrijven liever over, over mensen die. Die uitgegleden zijn, be bekende koppen die vervallen zijn, tot... Ja, uh... Dat blijkt boeiend te zijn om, uh, om te blijven schrijven en herhalen. En vaak voilà. ook leugens. Er ja. worden ook heel vaak, zeker ook bij, bij bekende Vlamingen, valt mij dat op dat er toch heel vaak mensen geviseerd worden. Dat men die uh, bijna achtervolgt en ook vaak met, met leugens associeert. Ja, maar dat is het, hè. Er is een... En dat is iets dat jij weet uit jouw bedrijfscultuur. Mm -hmm. Je hebt... Wat is het juiste woord? Klassejustitie. Nee, ja. Dat bestaat. Je hebt ook klassejournalistiek. Ja, ja, en ik bedoel niet... Was het maar journalistiek, mm -hmm. maar het is klasse journalistiek. Ik mm -hmm. verklaar me nader. Ze pakken de B- en de C-verdette. Ja. De A-verdette, waar ze grotere dossiers uh, van liggen hebben, laten ze met rust. Mm -hmm. Omdat ze nog een goede interview nodig hebben van een A... Een gezicht of een A-programmamaker die misschien meer aangebrand is dan een bevedette die ze toch maar uh, in ja. de modder duwen en, en nog eens met een, met een voorhamer op de kop tikken om ze helemaal in de psychiatrie te duwen. Ja. Maar dat is nu een beetje de tendens. Hè? Dat is een hele gevaarlijke tendens. Hè? Ja, zeker. Want, want jij bent natuurlijk ook uh, niet alleen Luca maar ook de schoonzoon... Van Arthur Blankaert. Ja. Je hebt, je hebt een, een vrouw die ook heel bekend is. Trouwens, moet ik zeggen, een bijzonder charmante en mooie en, en extreem sympathieke vrouw, Sandy. Ja. Ik heb ze ook al mogen ontmoeten, een schat van een vrouw. Uh, proficia trouwens. Maar uh, was dat moeilijk om, om deel uit te maken van een BV-koppel, zoals het dan vaak genoemd wordt, of, of twee mensen die dat toch wel bekendheid genieten, die de liefde bij elkaar vinden? Was dat moeilijk? Heeft dat in combinatie met de, met de pers soms voor... voor Oh, maar ik, ik, ik speel het my, We hebben mooi afgesproken om, om, om niet te vaak in, in het nieuws te komen. Ik geef ik heel zelden interviews. Ik, ik speel het mysterie. Mm -hmm. um, omdat je. Je kan niet meer eerlijk zijn in een interview, omdat het toch geknipt wordt en ze maken ervan waar je wil. En als je dan een tekst opvraagt. Um, dan lijkt het nog oké, okay, maar dan zijn de koppen ja, die dan is, verschijnen en dan gekregen. zegt de redacteur, ja, maar het is de eindredacteur. Nee, het is de hoofdredacteur. Dus ja. het is zo'n leugenmachine. Ik, ik gaf vroeger heel veel interviews, mm -hmm. omdat dat correcte journalisten waren, 30 jaar, 35 jaar geleden, waar je een rechtstreekse lijn mee had en dat klopte. En nu jagen ze, bij wijze van spreken, naar uw favoriet standje in de Sutra. en heb je ooit een jointje... Gerookt? Ze mogen dat allemaal vragen, maar vragen... Breng het dan ook genuanceerd mm -hmm. en duidelijk. En daarom geef ik geen interviews niet meer. Alleen maar zoals ik zeg, zo live dingen, dat je weet, er wordt niet geknipt. Je, je kunt De bevlogenheid zie je ook, waarmee ja. iets, 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 iets aan bod komt. Mm -hmm. maar, maar ik ben mijn geloof in, in, in de journalistiek voor een stukje verloren. Dat is zo. Dat is zo. Snap ik. En jij bent niet alleen, trouwens. Ik ken heel veel. Uh, maar nee, ik heb ook die... heel veel mensen die aan bepaalde bladen geen interview niet meer geven. Nee, nee, no klopt, way, klopt. Maar dat is ook... Dan kijk ik zeg: hoe ver zijn we gekomen? Want eigenlijk ja. de consument wordt ook bedot... Want de consument heeft recht op een interview met een topvoetballer en, ja. top ja. ja. en een top tv-presentator en een topzanger. Maar als die drie mensen al geen interview niet meer geeft aan, aan bepaalde weekbladen, ja. Ja, dan zijn we wel ver gekomen. Hè? Ja, ik, ik heb natuurlijk vanuit het mediarecht heel uh, vaak in de rechtszaal gestaan tegenover grote magazines, bladen, die had zaken hadden gepubliceerd over cliënten die het niet zo fijn vonden, omdat het vaak ook gewoon leugens waren. Ja. Um, maar ze worden toch geschreven? Ja, ja. En ze en, kiezen en voor de lucratieve fout vaak. Want ze denken: van kijk, als wij door die leugens of onwaarheden heel erg mooi te verpakken. zoveel uh, magazines of exemplaren meer verkopen. dan zullen wij wel een schadevoordiening symbolisch eens betalen. Know, maar daar gaat, het fout. Fout. daar gaat het fout. Een echte goede hoofdredacteur of een eindredacteur zegt: No fucking way. Tuurlijk. Maar wat zeggen ze nu? We laten iemand een stout, fout interview geven. en het komt toch uit zijn mond, de leugens. We, laten, we drukken dat af. De leugens van die persoon hmm. drukken we af. Wat andere mensen beschadigt. Ja, en het wordt afgedrukt. Exact. Vroeger ging een exact. eindredacteur zeggen: Die man zegt leugens in het stuk. Komt niet in mijn blad. Ja. Klopt voor Maar nu laten ze dat toe, omdat ze weten: ja. It makes some fuss. Hmm. En, en we gaan meer verkopen. Maar zij leven ja. met de leugen. En wel, ik wil niet de spiegel zijn van die eind- en die hoofdredacteur. Want zij weten dat ze deontologisch en ethisch fout zijn. 100%. Omdat ze een tribune geven aan een leugenaar, aan een psychopaat. 100%. Dat is ongelooflijk. Waar je nu moet over wat nadenken, maar vertelt... we doen dat nu luchtig over. Ja. Maar dat is de essentie. Hè? Mm -hmm. En de volgende stap is stukken met een gerucht. Ja. Een buurman, een ex- collega, bron. een ex-liefje zegt dat. Wat kun je nog bewijzen? Nee, klopt. 100%. En daar gaan we naartoe. Hè? Daar gaan we naartoe. Dat zo'n stukken de maatstaf worden. En dat is een absolute schande. Waar is de Raad voor Journalistiek? Fuck de Raad van Journalistiek, Ja, dat zijn collega's onder elkaar. Ja, maar nee. Nee, ik ga nee. er ook... Een Raad voor Journalistiek, ja. die zou optreden... Ja, maar je hebt nu een tribune gegeven aan, aan, aan die uh, gekke persoon... Hmm. ...die tien onwaarheden hmm. vertelt. Ja, 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 voilà. En het wordt afgedrukt. De, journal de, de journalist moet een filter zijn. De eindredacteur moet een filter ja, zijn. Ja. De hoofdredacteur moet een filter zijn. Ja. Maar het gebeurt niet. Leg het mij uit. Er is een code, een, code een journalistieke code. Die is afgedrukt. Die kan je zomaar op de site van de Raad voor Journalistiek uh, gaan nalezen. En daar zouden journalisten zich aan moeten houden. Maar in de praktijk zie ik heel andere zaken. En inderdaad, je kunt naar de raad stappen als je een klacht hebt. Maar dat is symbolisch. Maar die de kunnen, perceptie die kunnen... is er. Ja, Wie kent de Raad voor ja. Journalistiek? En um, de uitkomst uh -huh. van de Raad voor Journalistiek, waar verschijnt dat? Online voor twee ja, mensen. Online een uitspraak. Op pagina 4312. Dat is ook zo. Maar niemand leest dat. Iedereen leest de covers en iedereen leest de clickbait-slogans, uh, ja. maar niet die uitspraken van de raad. Dus dat is er, Ik man. heb er ook ooit gezeten. Dat is in een kleine keukenruimte, bij wijze van spreken, waar je dan uh, uw dossier toelicht. Maar allemaal toch wel bijzonder. Die mensen maken er hun tijd voor vrij. Dus uh, dank en hulde. Maar in de praktijk is dat iets dat veel te weinig soelaas biedt. Want het kwaad is al geschiet. En ik krijg steeds vaker, steeds vaker. ...bekende of zelfs minder bekende mensen over de vloer... ...die zeggen van, dat kan toch niet... ...ze interviewen iemand die allemaal leugens verspreidt... ...maar de redactie zegt van, ja, sorry... Ja, maar het gaat wel verder, zonder namen te noemen... Mm -hmm. want, ...want er verschijnen dingen over een dame... ...die zogezegd in de porno-industrie werkt... ...of uh, films heeft gemaakt in de porno-industrie... Mm -hmm. ...iemand signaleert dat in mm -hmm. de pers... ...het blijkt dan half of niet waar te zijn... Mm -hmm. Die dame heeft kinderen. Ja, natuurlijk. Kinderen gaan naar school. Leg het maar uit, ja, ja. kinderen worden gepest. En wanneer, wanneer is het te laat? Ja. Als er iemand zichzelf iets aandoet, als er iets gebeurt, voilà, voilà, interpaardergeweld, dat is al gebeurd. Al als kinderen worden geschetst, ja. gepest, als die kinderen uh, zich gaan vergrijpen aan automutilatie. Je hebt een enorme verpletterende verantwoordelijkheid als journalist om ook maar een stuk te schrijven dat half waar is of ja. niet waar. Ja. En er zijn heel wat journalisten die boter op het hoofd hebben. Hè. Echt wel? Journalisten, redacteurs, you name them. Ik en, vroeger, en vroeger, 30 jaar geleden, als een journalis, journalist een fout maakte, een fout, ook al is het maar, allez, we hebben het over X1. Mm -hmm. hè, Notaris X. Ja. We gaan niet te veel oude koeien ja. uit de gracht halen, maar als een journalist een kapitale, journalistieke, grove fout maakte. dan ging hij eerst zichzelf schaakmat zetten. Uh -huh. dan ging hij zich verontschuldigen. Twee, dan ging een, 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 een hoofd of een interacteur zeggen: Kom even twee jaar in de luwte of zelf ontslag. Op de bank. Nu niet meer. Nee, nee. Of Zo, foutje. Ze worden, er is ze worden, zelf geen recht van antwoord niet meer. Ze of een foutje, beker. ik foutje. En volgende week schrijven ze terug. Ja. Onbegrijpelijk. Sommige redacties gaan ook op zoek naar een recht van antwoord, want dan kunnen ze blijven schrijven. Hè? Dat, dat is een beetje een perverse en gedachte. Ja. Um, en wat ook, vind ik, heel gevaarlijk is. Dat is het argument dat nu in de rechtszaal vaak weer klinkt. En dat zelfs door het Europees Hof soms ook wordt onderschreven. Dat is dat als je bijvoorbeeld. Het gaat goed in je leven. En er is een boeksje, zoals ze dan zeggen, of een magazine. De, de Boulevardjournalistiek. Laat ons het zo dopen. Um, die jou interviewen als het goed gaat, dan krijgen ze eigenlijk bijna carte blanche, een license to kill, om te schrijven wat ze willen als het slechter gaat. En dan kunnen ze vaak ja. ook uh, de, de beerput open trekken. En dat is, vind ik, uh, degoutant, om een woord te kiezen. En daar, daarom dat ik persoonlijk ook bij bepaalde magazines sowieso niet zal uh, toelaten om een interview te publiceren, ja. of om mee te werken, want dat is te gevaarlijk. Nooit te dicht bij de journalisten staan. Hm? Dat is altijd mijn gevoel geweest. Maar aan de andere kant, even een bruggetje maken, wat mij ook wel opviel, tot mijn grote tevredenheid trouwens, maar op TV6, was jij ook wel de man, weliswaar speels, maar die ook met de meest verrassende vragen afkwam of, of, of bekende Vlamingen verraste in hun uh, zijn en daar ook een, 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 een mooi uh, format rond construeerde of bouwde. Ja, ik, ik, ik was soms wel stout, maar altijd speels. En mijn credo was, volgende keer moeten we terugkomen. Ja. Snap je? Ja. 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 Want het is niet leuk om iemand... Voor schutter zetten. Dat nee, nee. is echt niet leuk. Nee. Dat is in 1, 2, 3 gebeurd. Nee. Bom, bom, bom. En nee. oei, oei, oei. Dan weten ze niet wat antwoord. Dat is niet leuk. moet altijd sympathiek zijn, warm en met altijd in de wetenschap. Ey, volgende week moeten we terugkomen. Volgende week moeten we terug naar Jean-Luc Hanen kunnen of gelijk wie. Ja. Zijn er soms BV's geweest die kwaad waren op jou, omwille van wat er toen gebeurde? Weinig. Nee, Weinig. Ik denk zelfs dat de meeste bekende Vlamingen in jouw programma wilden belanden, soms. Want dan waren ze relevant. Tuurlijk, nee? tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat was een goede wisselwerking. Ja. En het programma was populair, dus ze waren blij dat ze in ons programma zaten. Zou dat nu nog marcheren, denk je, TV6? Dat? Nee, dat was, in dat tijdsgevricht was dat goed. Dat was zo tussen 1998 en 2001, vier jaar. Dat was dat tijdsgevricht. Er gebeurde ja. niet veel. Alle BV's, de bekende Vlamingen, die werden op een piedestal gezet. Ja. Uh, die, die kregen nooit een keer een vraagje van, hoe voelt hij zich nu echt? Ja. Uh, of of uh, zouden we niet stoppen met zingen? Ik vroeg het aan iedereen: Why don't you retire? Aan alle Engelse of Amerikaanse artiesten in het Sportpaleis, wat was het allemaal? Why don't you retire? Ja, ja voilà. Dit was absoluut uh, baanbrekend. Waarom stop je niet met alles? Ja. Dit was, het was baanbrekende TV. Uh, iedereen keek er naar uit wanneer het uh, opnieuw op de buis kwam. Je hebt daar een vier-vijftal seizoen van gedraaid, ja, dacht ik. Vier. Um, de mensen die het nu niet kennen. Of omdat ze te jong zijn, of omdat ze het uh, niet in huis hebben. Daar hebben we wel goed nieuws voor. Want, is waar? want, waar. We terug beginnen. Um, deels. Zijn we niet te oud? Nee. We organiseren deze podcast met een reden, Luc. En dat is het goede doel: dat onze gast telkenmalen mag uh, selecteren en uitkiezen. Ja. Uh, jij mag zo dadelijk vertellen welk goed doel jij hebt uitgekozen. Hm. Maar ik ga alvast verklappen om onze kijkers te motiveren. toch een mooie vrijwillige bijdrage te dus storten op het rekeningnummer dat op de balk hier verschijnt. Um, jullie maken kans op een uniek collector's item. Een stuk dat als je dat aan je kinderen geeft binnen 40 jaar in stukken van mensen seizoen 57, um, massas geld waard is. Want het is niet minder dan een DVD, drie DVD's zelf. De best of TV6 gemaakt door Lucallo met heel veel bekende gezichten van nu ook. Die toen nog een stukje jonger waren en die je de meest gekke activiteiten ziet uh, loslaten op het beeld, op het scherm. En het is gehandtekend door Luc Allo himself. Ja. Um, en dat geven we cadeau aan iemand die dat een vrijwillige bijdrage stort voor een bijzonder belangrijk goed doel. Um, het is zo dat we in seizoen 1 hebben gezien dat sommige mensen elke aflevering opnieuw storten. Dat danken we enorm, dat is fantastisch. Die goede doelen varen daar uiteraard ook wel bij. Welk goed doel heeft Luc Allo uitgekozen? Laagdrempelig, eerste lijnhulp, teleonthaal. Teleonthaal, Antwerpen VZ2. Voilà, dat is mensen goed die doen. toch. S'nachts, dag en nacht, tijdens hun vrije uren uh -huh. er staan, telefoon opnemen ja. voor mensen die de veerkracht niet hebben om zelf hun problemen op te lossen. Uh -huh. Ik buig diep het hoofd voor die mensen en daarom gaan we. Daar iets aan doen. Dat is prachtig. Ja. Een fantastisch goed doel. TD Onthaal Antwerpen VZW. Die zullen op het einde van dit seizoen een bijdrage krijgen. Dat uh, van onze kijkers en luisteraars afkomstig is. We verzamelen alle bijdragen. die het hele seizoen gestort worden. En dan gaan we dat netjes verdelen. onder de verschillende goede doelen. En dan komt dat op die rekening uh, terecht. Ja. Um, jij hebt natuurlijk ook heel veel programma's gemaakt. Allo in de nacht. Alo in de gevangenis. Jij hebt. Ontelbare mensen ontmoet, hm. ook mensen ja. waar het psychisch uh, moeilijk mee gaat. En het viel mij telkens op, ik ga even refereren naar een tweet van mij. Ik twitter niet vaak, uh, maar op 2 januari 2013 heb ik een tweet de wereld ingestuurd. Ik heb hem even opgeschreven, want het is lang geleden. Hè, ja, um, Ik herinner het mij niet meer. En het is. Het, ja. <laughs> maar, <coughs> excuseer, ik word er al nerveus aan. Twintig jaar geleden, eigenlijk. Tien jaar geleden, luk. En het is een tweet... Ah, ja, tien jaar geleden. Het is een tweet die dat... Uh... Bestond tweet toen al? Twitter bestond ja? toen al, ja. 2, 2 januari 2013 van mijn hand. Oh. En ik citeer. Toen kennen we elkaar nog niet. Hè. Hey. De no-nonsense aanpak van Luc Allo werkt. Met veel metier stelt hij de juiste vragen op het juiste moment. Allo in de gevangenis? Boeiend. Uitroepteken. Uh, ik vond dat persoonlijk echt geweldig gemaakt. Ja. Maar het viel mij toen op. Ik wist niet dat je criminologie had gestudeerd op dat moment. Uh, maar je... Ik bezoek elke dag, of quasi elke dag, mensen in de gevangenis. Mensen die heel kwetsbaar zijn, die vaak zware feiten hebben gepleegd, jij hebt die ook bezocht. Ja. Uh, hoe is dat idee ontstaan in jouw hoofd om dat programma te maken? Ik had dat idee al heel lang. Ik heb daar nog onlangs met Paul Jambers over gepraat. En hij zei in 91, toen we bij Paul begonnen werken, 1991, mochten we alle researchers een lijst maken met de thema's waarvan wij dachten, die moeten het halen in uh -huh. de eerste reeks jambers. Uh -huh. en de gevangenis stond daarop. En okay. Paul is een, een adequate verzamelaar. Hij heeft dat nog. Alle papier, is een archief. En dat stond erop. Dus vandaar. Ja. En ook het heeft mij altijd gefascineerd. Ook omdat we daar niet zo snel binnen mochten. Was dat moeilijk? Dat was super moeilijk. Ook in de psychiatrie later uh, trouwens. Heel moeilijk om in die gesloten werelden te kunnen. Maar ik was altijd al uh, zeer geïnteresseerd. In, in gevangenen en in de perceptie over gevangenen. Ik wou ook niemand blurren. Mm. Ik probeer zo weinig mogelijk mensen te blurren, omdat dan de criminalisatie begint. De, ja. Snap je? Ik snap het. De perceptie, oei, oei dat zal wel een gevaarlijke man zijn. Mm. Hij bekent al voor een stukje, want hij wil niet herkenbaar ja. zijn. En, en ja. als je die mannen interviewt, heb je dan ook niet, zie je ook niet de mimiek. Is belangrijk. Het non-verbaal gedrag superbelangrijk en en dat was mijn vraag aan iedereen die meedeed in Leuven Centraal. We hebben daar van tien afleveringen gemaakt. Ik heb daar zes maanden gefilmd van. Doe mij een lol. Jullie krijgen alles op voorhand te zien met mijn laptop in alle cellen, alle fragmenten gaan bekijken. Kijk dit gaan wij het zijn. Dan kun je ermee leven. Je bent met die mensen hun leven mee bezig. Ja, Dus de toekomst. na de uitzending, ze hebben ook kinderen en vrouw en vriendinnen en familieleden. Superbelangrijk. De naweeën van een uitzending. Um, ja, ja, zeker. Maar, en dan heb ik nog een aantal afleveringen gemaakt in buitenlandse gevangenis. Klopt. Wat ook zeer interessant Klopt. was. Dus, um, ik heb ook eigenlijk een thesis geschreven over cultuur in de gevangenis. Aha. Um, een thesis. 30 jaar geleden ondertussen nog altijd relevant. Want ja, ik heb hier nog iets gelezen in corona. Die gevangenis is zo dus niet veel kans. Ik kansen. dacht van: zijn we nu nog niks? 35 jaar geleden, mm. zijn we nog niks opgeschoten? wat eigenlijk mijn bedoeling was: de gevangenissen in Vlaanderen en in België zijn voor een stuk vergeetputten. Mm. Er wordt quasi niet geïnvesteerd in die mensen. ...electoraal is het ook geen winst voor de politieke partijen. Stel je voor dat de politieke partijen zeggen... Hey, ...hé, we gaan in die 11.000 mensen wat investeren. Niemand gaat erop stemmen. Tenzij je uitlegt hoe voilà. je het gaat doen, En worden. daarmee beginnen. En mijn idee was... ...er zijn een dertigtal gevangenissen. 11.000 man. Die komen na een straf buiten. Daar gebeurt niks mee. Recidive. Ja, nou die altijd. hebben geen uitkomst. Die hebben geen toekomst. Die hebben geen woons, Die hebben geen werk. Die hebben het etiket ex-gevangene... Bon, de kortste weg naar de gevangenis. Hè? Want, ja. want daar wordt niet op ingezet. Ja. En ik had het idee, er zijn zoveel mensen die uh, op pensioen zijn. Leerkrachten, verpleegkundigen, muziekleerkrachten, allerlei dingen. Als we nu heel die cultuur van de gepensioneerden met een beetje pedagogie integreren in de gevangenis, ja. laat die lesgeven, geeft die cursussen. Dan halen we die mensen niet uit hun isolement van het pensioen. Ja. Niet iedereen heeft een uh, ongelooflijke swingende relatie en een sociaal leven als gepensioneerde. <laughs> dus de meerwaarde van dat en dan die gevangenen, taalkurs, well, hey, whatever, maar doe er fucking iets mee, hm. gebeurt niet. Gebeurt nee, nee, nog niet. altijd niet. Ondertussen hè, hebben we al, sinds mijn thesis, nu al 10, 12 uh, ministers gehad, ja. nul. Nul, dat is waar. Nul, en het blijven vergeetputten. On onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Want je hebt na die thesis, als mijn research klopt, euh, ook het aanbod gekregen om gevangenisdirecteur te worden? Hè? Ja, ja hè? wel, um, ik was afgestudeerd, ik was met mijn aggregaat bezig om les te geven. En intussen tijd, opa praat, dat waren de tijden van de grote examens. Ja. Vlaanders Expo. Vijf, zes duizend man er naartoe. Dat was zo. En wij met een paar vrienden, bon, we gaan maar meedoen zeker. Hè? We gaan maar meedoen. Hup, 6000 schriftelijk. ...werden er 400, werden er 10, werden er 3. En ik bleef, ik bleef bij de laatste drie. En dan was er ja, de jury met Harry van Oers... ...onder andere, legendarische figuren. Ja. Een, ja, een, een, een sollicitatiegesprek, een soort auditie... ...waar je toch je verbale kracht moest geven... ...je ja. psychologische veerkracht moest meegeven. En uh, eigenlijk stond ik drie jaar lang op positie 1... Hallo? Ja, en maar ondertussen was ik al wat gaan schrijven. Uh, muziekjournalist en, 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 en dan even bij Jambers ook. En mijn moeder was razend, want om de zes maanden belde die. We hadden toen nog geen gsm. Hallo, meneer, hallo, er is een functie. Ik stond op nummer één, ja, dus natuurlijk. dat was zo, hè. Hey, ministerie. Stabiliteit, en ik heb dat, en zekerheid. Ik heb... Zekerheid, stabiliteit, sociale zekerheid, status, sociale rol. Dat is wat anders dan natuurlijk. We Het is wat, wat anders is dan, wat dan de speeltuin Jams. van de media. Ja. En... Af en toe dan denk ik dan nog eens aan van wat zou het geworden zijn? Misschien was ik wel een soort brewbreaker. goede film met ja, uh, Robert Redford. Ik wou het zeggen, pot, je ja. zit te snel, Luc. Ja. Even de tijd geven, pot. Ik ben een oude mens. Dat was zo'n oude film van de gevangenisdirecteur die zich liet opnemen als gevangene om ja, ja, om meer de structuur ja. te leren kennen van het foute van gelegen, systeem he? van zijn gevangenis. Dat is, Dat is van safety, denk ik. Maar, maar wel een film ja. die indruk op mij had gemaakt. Dus om de zes maanden belden ze. Ja. En ik heb dat laten ontsnappen. En af en toe denk ik van... Ontsnappen is een goede ja, woordkeuze. Misschien, ja. Had ik het toch beter gedaan. Had ik ah. toch iets meer relevant. Maar langs de andere kant vergeet men soms de, de relevantie van... Of, of zegt men te vaak, ja maar... Men twijfelt aan de relevantie van bepaalde tv-programma's. Wat het hmm. kan doen met een gewone man. Die after ja. hours thuiskomt, Zijn kroketten in zijn frietvet zet. Zijn jupler pakt en dan nog even kijkt naar een programma van fijne collega's of een programma van mij. Dat Allo, mensen nacht, nog al? altijd zeggen tegen mij: van Fuck man, ik heb daar wel iets aan. Dank je wel. En dat zijn de mooie momenten. Op straat, ja. in een tram, uh, in de luchthaven. Dat mensen zeggen: zeg, dat, en ze, kennen, ze kennen soms mijn, mijn palmarès beter dan ik. Ja. Want ik heb al zoveel gedaan. Soms zijn er heel veel zwarte gaten. Ja. Hoe heb ik dat ook gedaan? Weet je hoeveel tv-programma's je hebt gemaakt? Nee. Kunnen we een cijfer opkleven? Een gokje? Ja, maar hoeveel TV-programma's? Sterne en Kometen hebben 130 afleveringen? Nee, nee ik heb gemaakt. het over individuele verschillende titels. Ja, verschillende titels. Een stuk of twintig. Volgens Wikipedia 51. 51, ja. Oké. Okay. Dat is gigantisch, hè? Er is niet één man of vrouw in Vlaanderen die dat ooit heeft gedaan, denk ik. Wow. Zoveel verschillende programma's. Ja, oké, okay, misschien verschillende programma's niet, maar bon. Uh, Zou je al zoals Bankra B. Ben is de top, blokken. hè? Blokken top, hè? Ja, maar dat is al met alle respect voor Ben B, want topfiguur. Uh, maar nog um, ja, okay, is hetzelfde programma, maar heeft evenveel even uh, programma's geleverd ja, ja. en misschien meer. Maar jij dan hebt toch ik. iets meer variatie ingebouwd, denk ik? Ja, maar ik heb dat ook nodig. Ja, ik heb dat Tandaar ook nodig. Dat, variatie. dat die sollicitatie of die vacature van gevangensdirecteur niet voor jou was geweest, oh. maar dat is te eenzijdig, denk ik, persoonlijk. Hoe heb je ja, dat beleefd ook in je gevangeniswereld? Hoe je daar binnenkwam, zes maanden gewerkt. Hoe beleefd klinkt dat? Wat vond je van? Wat waren jouw indrukken? Dat er te weinig met die mensen wordt gedaan. Dat ik een enorm respect heb voor cipiers en penitentiaire beambten. En, en de bevlogenheid van de directie met de, met de bescheiden middelen. Ook om in de grootkeuken voor. ...uitgebalanceerde voeding te zorgen... ...en voor, voor boeken te zorgen in een bibliotheek. Allemaal inferieure dingen... ...maar die toch belangrijk zijn... ...in een sfeerschepping in een gevangenis. Um, maar... ...de invulling, de daginvulling... ...op maat. je mm. praat dan met die mensen... En, 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 ...en je weet ook, die mensen... ...ja, we hebben een systeem... ...je doet iets fout... ...je hebt een straf... ...je mag ooit vrijkomen... Mm. Maar wat wil je? Een explosief iemand die vrijkomt. Natuurlijk. Ja, niet geïnformeerd, niet geadapteerd, niet gerehabiliteerd, niet gesocialiseerd. Niks. Voila. Niks invulling. Cultureel, sociaal, emotioneel, empathie, nul toevoeging. Ja, hoe komen die mensen buiten, denk ik? Als is... een ongelijk projectiel, als een lopende bom. We moeten het durven zeggen zoals het is. En we, we kennen die wetenschap. Ik ben niet de enige die dat zegt. Hè. Hm. Er zijn visionaire, bevlogen wetenschappers die net hetzelfde zeggen. En de return. Toen is niet normaal. Dat nee, is waar. Als we die mensen kunnen, kunnen vullen ah, zo, ja. met allerlei mooie dingen die ik heb opgesomd. Ja. dan kunnen we die een beter leven geven en zal het minder kosten. Het zal minder kosten aan de samenleving. He? Maar leg het eens uit. Maar dat is wat je moet uitleggen als je als politicus. En dat is volgens mij. Een, 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 als je in de politiek staat, dan moet je moedig zijn. Je moet moedig zijn en, en dan moet, moet je het proberen. Long term toetelen. durven denken. Exact. En niet durven denken, straks binnen twee jaar is het terugverkiezing. verkiezing. Ja. Men moet dat durven zeggen. Men moet durven zeggen, dames en heren. Zoals een goede huismoeder hebben wij zoveel miljard. Hm. Er gaat zoveel miljard naar dat en dit. Maar wat gaan we nu kiezen? Gaan we nu injecteren in het gevangeniswezen? Of gaan we tien kilometer. Ja. E17 heraanleggen, want daar komt het. 100%. Dat is het, hè? Gaan we dat nieuw bos implanteren? Gaan we nieuwe schootjes bouwen? Wat gaan we doen? Ja. Dat is het. En je moet het de mensen zelfs niet uh, inlepelen dat het altruïstisch zou zijn of, of geprojecteerd moet worden, want de mensen die op vandaag willen besparen op justitie, dat zijn de slachtoffers van morgen. Ja, maar dat is want het. Die mensen die buiten komen, die hebben geen voldoende bagage om hun leven op het juiste track te krijgen en dat, dat is, het. is het probleem en, en dan moet je daar in durven investeren ik weet ook niet of een legislatuur voldoende tijd is voor een minister van justitie of nee dat... absoluut niet. ik denk ook dat je een, een, een groep moet bouwen op een kabinet met mensen die op het terrein ervaren en die blijven die twintig jaar blijven zitten ja. en die zeggen we gaan daar nu eens aan werken. dat is volgens mij cruciaal dat tuurlijk. gaat niet dat gaat niet tuurlijk is, uh... en ik wil iedereen eens meenemen naar Noorwegen om te tonen hoe het wel kan dat wou ik u vragen je bent ook in buitenlandse ja. vanities geweest Noorwegen beste systeem Oké, okay, die zit natuurlijk op een geldbom met hun gas in de grond. Maar bon, ze, ze hebben wel het lef gehad. Maar wat is het verschil juist tussen België en Noorwegen? Want kan je dat kleinschalig. Uitleggen? Kleinschalig. Een watervalsysteem. Enerzijds, stap één is een heel repressief systeem. Maar als je het goed doet, ga je naar een, een tweede systeem. Iets minder repressief. En als je het heel goed doet, dan ga je naar het derde systeem. Open house. Ja. Met werk en toch en enkelband. Als je het verknaalt, ga je terug naar twee. Als je het verknaalt, ga je terug naar één. Heel duidelijk. Heel rigide, maar duidelijk. Met een minimum aan recidive. Ja, want je hebt daar een Vlaming bezocht die volgens mij, uh, wegens een drugsmokkel in Noorwegen, in de gevangenis ja? belanden, ja. Flinke straffen wel, dacht ik. Hè, ah ja, ja, ook harde straffen. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk ook een bepaalde invloed sorteren op recidive. Misschien, ja. misschien, dat is ja. een, een denkoefening waard. Ja, ja. Maar het systeem was daar gezonder, humaner, denk ik. Humaner, ja. absoluut. Maar ook hard. Hè. Bedoel, als je het verknalt, terug. Ja. Maar we geven nu een kans. Ja. En als je het wonderbaarlijk doet in, 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 in de rehabilitatie, in, in, in good conduct, in gaan werken en, en, en netjes in de pas lopen, ja. dan heb je een nieuw leven. Ja. Werd daar met die mensen uh, inhoudelijk voortdurend gewerkt? Tuurlijk, ja. Ja. tuurlijk. Die kregen cursussen Nederlands, die kregen. In uh, Noorwegen? Nee, nee, in Noorwegen niet, <laughs> he, een cursus Noors, <laughs> natuurlijk. Maar, maar die kregen ook, allez, gelijk in België zitten ze soms 10, 12 jaar in een bak. Ja. Hun diploma is totaal gedateerd. In Noorwegen werden ze bijgespijkerd: ja, ja. Je werd boekhoudkundig, geweest. bijgespijkerd, uh, handen erbij, alles. Ja. alles evolueert. In Noorwegen gaat men mee in die ja. evolutie. Je bent ook naar andere gevangenis geweest. Uh, in Zuid-Amerika, geloof ik ook. Ja. Uh, Afrika ook? Nee, met. Ja? Wat, pff, Overal. Wat is zo het meest uh, waanzinnig dat je gezien hebt tijdens die reizen? Van buitenlandse gevangenissen, wil ik zeggen. En waanzinnig in de negatieve zin, uiteraard. Dus dat je zegt: van dit is toch niet meer. Dat, dat je bijna jaloers zou zijn op de situatie in België. Ja, natuurlijk Bolivie. Bolivie. Ja. Bolivie uh, hebben we Benjamin gaan, gaan interviewen, die gepakt was met drugs. En dat was een gevangenis waar de Sipiers niet binnen durfden. Dat was een zelfregulerend dorpje Goh. van 3000 man. Hallucinant. Vrouwen mochten binnen. Uh, kinderen mochten binnen uh, bepaalde uren. Maar uh, eenmaal de vrouwen en de kinderen weg waren, was dat, was dat panische angst. Elke week twee, drie doden. En belandt was maar als Benjamin uit Vlaanderen. Ja, ja dat is het net. Dat is het, nee, de taal niet spreken, wit zijn, Goh. niet onderschatten, een andere cultuur hebben, overleven. Hoe overleef je dat? Ja. Hoe overleven, dat is onwaarschijnlijk. Was dat niet onveilig met de camera in die gevangenis? Ja, maar wij, wij betaalden duizend dollar om zes gedetineerden uh, in te huren Dat's om crazy. ons als Robocops te beveiligen. Dat is crazy. Ja. crazy. Heb je ooit angst gehad? Ja. ja? Um, we hebben ooit een gevangenis bezocht in Kinshasa in Congo. Ik had een permis om iemand te interviewen binnen. We maakten wat exterieurbeelden, de buitenkant van de gevangenis, om mooi te monteren. Daarvan had ik geen permis, maar ik ging ervan uit: als we binnen de gevangenis mogen filmen, mm. waarom dan niet buiten? Mm. Zes. Uh, Politieagenten of militairen, ik weet het al niet meer, want ik heb het allemaal weggedrukt. Die pakten ons op en die vroegen een permis. En toen heb ik gevoeld, gelukkig konden we de tapes meegeven met de klankman die direct met de Jeep naar het hotel ging. Die heeft die tapes dan in het licht à la James Bond verstopt, het licht eruit, de tapes daar, dat we de tapes zeker hadden. En Alleen. ik en de cameraman, die bleven achter. Soldaten waren wat beschonken. En toen heb ik echt angst gehad. We mochten niet bellen. Niks. hele, eh, eh, blanc. Blanc, hè. Oei, oei. Het was echt tricky. Dacht van, fuck, man. En toen kwam het weer boven. Het Leopold-verhaal. Allee. Ja. Oh my. We hebben daar uren gezeten. Hadden ze toen onnozel gedaan met, met een kolf van een Kalashnikov? Allee, je weet het niet. Gelukkig heb, we, heb ik één telefoontje na een paar uur kunnen doen. Want ik heb altijd een lijst bij, waar ik ook zit... Met een, uh, een aantal nummers. Hè. Ja, met een aantal nummers. En een, een advocaat van een man die trouwens in uh, Parijs had gestudeerd. en in Kinshasa uh, uh, advocaat was. Bon, betalen, hij komt af, betalen, wij weg. En ik ging dan gaan eten met, met die advocaat. En die zei dat er inderdaad een probleem was. Niet alleen overal betalen, maar ook een soort. Uh, ja, uh, Slecht gevoel met, met, met blanken, zeker met Belgen dan nog, omwille van de geschiedenis. En na 3 gin tonics, ik dacht, bon, fantastisch, een advocaat, topgast, heeft in het liberale Parijs gestudeerd, kan het wat nuanceren. Mm. Na 3 gin tonics begon hem ook. Et blank, Allee. Ja, ja. En ook de Allee. geschiedenis. En we moeten alles terug hebben. En wat hebben jullie gedaan? En Allee. ik begrijp het allemaal, want we... Hey, ja, maar we maar en Luca Lo natuurlijk nee <laughs> het land heeft verschrikkelijke dingen gedaan Tuurlijk. de autoriteiten van dat Toen kan Lucalo, niet ik probeerde man. dat te zeggen tegen die man, maar wanneer de drank is in de man, we hebben het daar op een lopen gezet. Alleen oh, echt waar dat ik dacht van Fuck man, wat een verhaal. Ja, wat een verhaal. Ja, ja. is crazy. Maar ik ben dan niet de man die dat mee uitpakt. in de loopt naar een programma. Nee, ik heb groot, erover het gezwegen. Is is het programma meel. loopt. Je kunt ook een persconferentie geven van kijk wat we hebben meegemaakt. Tuurlijk. En niet. Dat Zou, zouden veel collega's, kan je namen noemen, van u doen. Doen we, doe we niet, dat doe ik niet. Ik heb nog, nee, nee, nee. Only the program, al de rest, wat we meemaken voor en tijdens. Nee, nee, ik zit zo niet in elkaar. Anders, ja. ja. Maar toen heb ik echt geluk gehad. Dat ik dacht: van, oei. Gaan lopen, hè, echt hè. Was je nadien, of was dat misschien op het einde van de reeks, maar was je nadien niets. Een beetje angst hier als je opnieuw naar het buitenland moest. Want je weet nooit waar je belandt, waar je terechtkomt. Het zijn uh, gevoelige thema's. Het zijn gevoelige thema's en je, je raakt niet overal binnen. Een ander verhaal was de Dominicaanse Republiek. We hadden een, een toelating om te filmen. We waren op de Dominicaanse Republiek. Twee dagen ervoor of een dag ervoor mm -hmm. werd die toelating ingetrokken. Ja, we zijn vervelend. daar. Vervelend. Zeer vervelend. Maar bon, je wordt dan wat overmoedig. Er zijn al twintig afleveringen gelukt. Je bent al in twintig buitenlandse gevangenissen binnen mogen gaan. Je hebt kunnen filmen. Je denkt: oké, okay, we gaan undercover. We hebben hier een stilo. We hebben hier een goproken. We doen het. Je kijkt in de ogen van de cameraman: doe de gelden het. Eh, want ik wil jullie niet. En dan word je wat overmoedig. En dan zijn we binnengegaan met, 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 een, met een balpen en een goproken. Maar iets te opzichtig. En, en dan onder. In de eetzaal, onder een kaft, en dan, weet je, en dan wordt je overmoedig, maar we hebben veel geluk gehad. Ja, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Hadden we nooit mogen doen. Hadden we nooit mogen doen. Maar bon, ja, het is of gelukt. Als het misloopt, dan... het. is gelukt, maar het heeft niet veel geschreven. Ja, ja. nee, je bent ooit uh, gearresteerd, hè? In uh, 1999, toen je als hof naar, naar Brussel ging om het huwelijk van Philippe en Mathilde. Ja. Wat op te vrolijken. Eigenlijk heel onschuldig ook. Ik, ja. Want ik heb de beelden teruggezien, ze staan op YouTube. Onbegrijpelijk. Allee. Prins Philip trouwt. Ja. Ik wil de hofnar zijn met een trompetist, een drummer hmm. en nog iemand. Met vier. Ja, een hofnar hebben we gehuurd, die kleren. De hofnar stond het tikste bij de koning of bij de prins, had te doen met de prins en ik dacht. Het zal weer een verzuurde huwelijkspartij zijn op de grote markt in Brussel. We gaan zorgen voor animo. Zoals in Nederland. Als Koninginnedag is of wat dan ook. Tuurlijk. Iedereen in het oranje. Waarom hier niet? Waarom zijn we altijd grijs en grauw? Kleine België. Dus we wilden daar iets aan doen. We gaan daar naartoe. Um, een kilometer voor uh, de markt staat een, een soort uh, bewaking met politie. We geraken erdoor. 300 meter voor de grote markt. Kijk, ik ben Allo, dit, dit zijn mijn mensen, dit willen we doen, we geraken erdoor. Just voor de uh, grote markt in Brussel, een derde piket, geraken erdoor. Ik ben op um, de grote markt en dan beginnen we de, de Brabassonne in een soort house-versie wat sneller te brengen en, en het publiek een beetje aan, aan te manen tot beweging, ja. tot swingend gedrag. Dat ging. En dan opeens, opeens, zo'n vier. Staatsveiligheid zijn. Opeens in een ruk, moet ik wel bekennen, sterke staatsveiligheid hebben we. In twee seconden stond ik 100 meter verder. In twee seconden, ja. direct in een kopie, moest je wachten in zo'n donkerblauwe, uh, gepantserde Jeep, boom en weg. En mijn ma belde toen: toen had ik al een GSM, mijn ma belde toen: wat is er gebeurd? Want Danny Verstraten, die het uh, live. evenement Erg... live van commentaar voorzag, ja. Wij horen nu dat Luca ja. verwijderd is, uh, hardhandig, door de staatsveiligheid. Ja, mijn ma keek. Ja, die dacht van, oei. Ja. Die is al in de gevangenis. Maar bon, ze hebben ons keurig uh, behandeld en meteen buiten de ring afgezet, ja. ergens in Groot Bijgaarde, ja. en gezegd, de eerste 18 uur mag je niet meer binnen. Ja, nee, ik sorry, ik ben eerst... In de gevangenis, ik, ik moest steeds naar de gevangenis, naar yes, de politiegevangenis, in, in, in de cel. En niet. En ik viel. heb dat uitgezonden, want de camera bleef op de grond staan, maar ik wou Zang dat dan het? wel uitzonden. Ik zeg, man, Tuurlijk. ik heb daar heel mijn gedaan. En al die politieagenten begrepen dat. Natuurlijk, fun, leuk. Ik zeg, ik heb geen wapens, bedoel. Mm. En dan hebben ze toch na twee uur ons uh, buiten de ring afgezet en gezegd: de komende 18 uur mag u er niet meer in, waar we ons aan gehouden hebben, om Omar. Toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja want ik, ik, ik moet toegeven, toen ik het herbekeek onlangs, dacht ik, is het in scène gezet? Ik kon dat bijna niet geloven. Ik had over niks. Want wat heb je verkeerd gedaan? Niks. Uh, en je maar zei niks. ook op een gegeven moment: van, ik ga niet in de cel, want ik heb niks verkeerd gedaan. Ik ben geen ja, crimineel. Ja. Maar er waren toch een aantal agenten die vond ik heel kordaat, heel. Ja, maar je hebt altijd: bij twee agenten heb je de good cop en de ja. bad cop. Eén die voor is, niet ja. omdat hij dat structureel zo moet doen in die omstandigheden, ja. maar perceptie. Mm -hmm. Dat is zo. Ja. Ja. Maar wel goed gelachen. Dat zal wel zijn. Je hebt al veel goed gelachen, hè? ook met TV6. Zijn dat programma's die je nu nog kunt maken, denk je, op de Vlaamse nee. televisie anno 2023? Nee? nee, ik zou het ook niet meer willen. Ik wil altijd iets anders doen. Wat geweest is, is geweest. Tenzij ja. het iets spectaculairs is. Ja, maar ik wil eigenlijk zeggen, is het nog gemakkelijk om programma's op de Vlaamse televisie te krijgen? Als je, want je hebt heel veel inspiratie. Ah, als hebt... we voorstellen doen? Ja. Nee, het is uh, bijzonder moeilijk geworden. Uh, er zijn maar drie commerciële zenders. Mm. Allee, er zijn maar drie zenders: VRT, 4 en VTM. Er zijn drie bazen die het schema bepalen van Vlaanderen. En daaronder heb je productiehuizen die allemaal proberen goede dingen. En soms worden goede dingen niet weerhouden. Mm. En vroeger werden alle goede dingen weerhouden. Maar nu als je een programmavoorstel indient, dan kijkt naar ja, wat heeft het gedaan in Bangladesh en wat heeft het gedaan. In Bordeaux, bij wijze van spreken. Dat is om te lachen. Heel maar stop, maar ja, ja. het gaat daarom. Het gaat niet meer over het buikgevoel. Een programma dat je nu voorstelt moet zich al bewezen hebben. En dat is heel nefast voor wat de kijker te zien krijgt. Want ik vind nog altijd dat er heel veel, want ik hoor ook van bevriende productiehuizen, wat er dan niet wordt weerhouden, wat ze niet mogen maken, uh, waar um, de bazen niet line enthousiast over worden. Mm -hmm. Dat ik denk, heel jammer, doodjammer. Want, Want het is dan, een nieuwe tendens, het is een nieuwe manier 90. van werken. Want in de jaren negentig was het dan blijkbaar makkelijker. Ja, dat was iets anders. Hè. Ik bedoel... Um, er zaten geen studiesbureaus achter. Ja. Nu zitten er powerpoints en, en cursussen achter. Statistieken. En statistieken en grafieken en kijkcijfers en marktaandelen. Dat is heel belangrijk. Programma's ja. moeten scoren. Ik ken geen enkel programma dat niet scoort dat tien seizoenen krijgt. Hè. Daar ga ik met akkoord. Maar vroeger, ik herinner mij nog, mijn, mijn, mijn eerste programma toen ik mijn productiehuis begon. Erik Klaes was toen de baas van VTM. Ik werkte achter de schermen bij Goedele en ik had mijn eerste programma op de openbare omroep. Heel raar, want ja, ik had heel heizen. mijn leven op VTM gewerkt. En dan kreeg ik opeens een kans om een programma te doen op de openbare omroep. Maar dat was uh, Erik Klaes toen, de baas van VTM, niet ontgaan. En die zei van, ja, maar allo, je zit op de VT. Ja, maar ik zeg Erik. En toen kon dat nog. Mm. Erik, jij doet alleen maar programma's met Bart KL en Luc Appermond. Ik maak hier geen kans. Allee. En daarbij, gedurf niet. Mm, 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 mm. En die openheid en die speelsheid en die schalkzijd heb ik altijd wel kunnen behouden Slim. naar bazen toe. Ja. Maar Slim. altijd met respect. Slim. Maar toch, weet je wat, ik ben geen totentrekker. Nee, nee, vlak. En Klaas zei: Ja, maar moet toch een keer klappen. Het was West-Vlaming. Ik zeg: Oké, Erik, aan je Volgende week zat ik met hem samen. En hij vroeg: Wat wil je doen? Ik zeg: Erik, um, ik zou heel graag een, een, een geflipt mediamagazine maken. Waar dat we het goudlaagje wat afkrabben. En dat werd later Stellen en Kometen. Ja. En hij zei: Je mag dat doen acht weken bij het productiehuis DD. Ik zeg: Erik. DND, fantastisch productiehuis. Maar ik bepaal met wie ik wil werken en ik betaal de BMW's van de bazen niet. Ik wil <laughs> alleen investeren in creatieve redacteurs. Ja. Het is niet zo'n piramide. Nee, nee, met de bazen en hier creatief talent in de redacteurs die mij heel weinig moeten toekomen en hier de, de dikke gages voor de bazen, dat doen we niet meer. Nee, 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 nee. Dat is Hollywood. Nee. Open boekhouding. Ik huur die mensen in, maar geef mij een kans. En ah, wel, het is goed, het is goed. Acht weken. Zeg eerlijk, met acht weken gaat het niet lukken. Nee. Dertig weken. Dertig weken? Dertig weken, vroeg ik. Want ik moest montage stellen. Ik moest de regisseurs. We moesten een pand huren. Allee, we, we, we begonnen van nul. Ja. Hij sloeg zijn hand op de af. Het is goed. Fantastisch. En door die attitude zijn wij 500% beginnen werken. We waren bevlogen, enthousiast, want we deden het voor Erik. Ja. Ook voor ons eigen, ja, en voor ja. de kijker, omdat we wisten, we gaan ons amuseren, en dat vallen, zal wel is. afstralen, maar we deden het vooral voor het geloof die Erik aan de dag legde. En dat hebben we, ja, onder 30 afleveringen kunnen doen. Fantastisch. Hij heeft wel zijn bekers gestoken, nee, kan niet, meer. kan niet meer. Maar daardoor krijg je nu ook teveel eenheidsworst, vind je niet? Ze kijken naar elkaar, en ze proberen elkaar soms te kopiëren, wat succesvol is, maar kunnen we nog... Belang heeft dan aan kijkcijfers, vraag ik me af. In deze tijd van uitgesteld kijken en noem maar op. Ja, maar kijkcijfers zijn belangrijk. Hè? Nog altijd? Hoe dan ook, ja. ja. Um, maar met al dat uitgesteld kijken, hoe ga je het dan. Ja, alles is te meten. Okay. Alles is te meten. De teleoperatoren weten perfect wat de kijkcijfers zijn op één na. Een voetbalwedstrijd, is het nu op, op, op Proximus of op Telenet, de teleoperatoren weten, Club Brugge, Antwerpen, 213.496. Bij gevolg kunnen ze dat met alle tv-programma's doen, dat maar ze communiceren ik. het niet. Ja, dat snap ik. Maar ja, voetbal is misschien iets minder uh, uitgesteld kijkgevoelig, denk je dan? Ja. Dan hallo uh, in de gevangenis of hallo in de nacht. Ja. Um, maar oké, okay, ja, je moet natuurlijk wel kunnen meten of, of je programma bekeken wordt. Dat ja, maar alles meten ze. Hè. Live meten ze. Live plus 7, dat wil dus zeggen, zeven dagen na de eerste live uitzending, wordt dan meegerekend. Ja. Dus de dag nadien weten ze hoeveel dat erbij komen. 20.000, de dag nadien ook. En dan wordt een absoluut cijfer gemaakt tussen van de live uitzending. Pak nu 200.000, en de week nadien. In die zeven dagen is er nog eens 120.000 keren gekeken, dan weten ze dat is 320.000 kijkers. Ja. En op uh, digitaal of op VTM Go of op uh, Play More, of wat is het allemaal, is perfect te rekenen. Maar de... het feit is: als je niet scoort, heb je geen programma. Nee. Tenzij je voor de openbare omroep werkt. Denk je dat allemaal? Dat zeg ik niet, maar daar wordt minder rekening mee gehouden. Ja. Ja. Want een commerciële zender moet het hebben van reclameinkomsten. En als je het niet goed doet, you're out. Ja, ja, ja. Als ik mijn volgende programma 20.000 kijkers heb, of 100.000, of 180, dan gaan de bazen zeggen: Ja, lo, het gaat niet meer. Het tegen, gaat tegen niet u meer. Hallo? Ja, tuurlijk wel. Als ik een flop maak, dan, dan begeleiden ze me naar de uitgang. Maar ik weet dat al, ik weet dat al 20 jaar. Ik zeg al 20 jaar. Dit kan mijn laatste seizoen zijn. Kom je moet op, daar, jawel, je Kom. moet daar rekening mee houden. Allee. Je moet daar rekening mee houden. Het publiek die, kan nu beu zijn. Van de van Vlaamse TV. Ja, nee. Het publiek kan nu beu zijn. De zender kan ook vragen om nog eens hetzelfde programma te doen. die eigenlijk niet aanslaat. Ik zelf uh, kan een programma maken. die het commercieel niet goed doet. Dus het kan allemaal. Ik hou intrinsiek al twintig jaar rekening. en ik knijp me in de wang. Shit. Ik mag nog meedoen. Tuurlijk. Ja, maar nee, ja, maar dat is allemaal niet zo evident. Nee, nee, dat is niet evident, maar als je ziet wat je allemaal hebt gedaan. Het heeft er niks mee te maken. Je laatste daad, je laatste actie, daar word je op afgerekend. Net zoals in het voetbal? Absoluut. Hazar en Lukaku die nu nog niet meer Messi, zouden... iedereen. Ja. Als Messi niet meer uh, dribbelt of, of scoort, of, of bevlogenheid leert of, of, of fantastische kunstjes uithaalt, of het, of het publiek hoont hem weg. Met affiches Gina en... Naar Ronaldo, wat er gebeurd is ja. bij Menu en dergelijke. Ja. Uh, maar op dat vlak ben je natuurlijk wel gestart bij het Real Madrid van televisie, Paul Jambers. Ja. Qua kijkcijfers was dat fenomenaal, toch? Dat was toch de hit van de jaren negentig? Absoluut, absoluut. Hij deed ook iets wat nog nooit gedaan was: de Human Interest uitvinden. Met name als hij een thema behandelde, hij heeft daarvoor kritiek gehad. Ik kan u krantenknipses laten zien. En daar heb maar ik van ik ook... welke hoek? Ja, van alle hoeken. Sensatie. Polyambers gaat te ver. Vulgariteit op tv. En wat deed hij? Hij maakte een reportage over alcoholisten en hij liet alcoholisten praten. Waar voordien duidingsmagazines, een anonieme alcoholist in beeld brachten en vijf psychologen en vier dokters. Ja. Dat was het verschil. En Jambers de René. De ervaringsdeskundige moesten aan het woord komen. En hij heeft bagger over zijn hoofd gekregen. Je wil het niet weten. En toen heb ik gedacht van, ik zit nu in die ploeg. Ja. Met Paul, hij doet het met een fijne neus, met journalistieke waarde, ethisch, ja. correct. Ja. Als ze nu nog zo hem zitten te bekritiseren, op een ongehoorde manier, ja. En toen wist ik, sommige journalisten zijn toch fout. Ja, In de berichtgeving. En iedereen is dan gekeerd. Hè. Nou, die, omdat ja, het was niet meer te negeren, het succes... En Yo, de authenticiteit. Dat is vooral. Geen toeval. En hè? iedereen kreeg zo van. En alle kranten begonnen dan ook opeens. Als je dat, die vergelijking maakt en die studie. Als je de kranten analyseert, de inhoud. Van voor tijdensjammers tijdens Jamers en op het einde van het programma Jamers. Human Interest maakte dus zijn ingang. Ja, ja. In stukken, in artikels, in duidingprogramma's. Ja. Maar heel Vlaanderen was over dat programma bezig. Hè. Heel Vlaanderen. Hè. En terecht. Donderdagavond, ja. denk ik. Ja. ja. voilà. Dat vergeet je niet. Ook de, de tune, alles klopte. De gitaar. De casting. Ja. De leren. jekker. Um, was dat ook een beetje binnen de ploeg van Paul Jambers' de redactie? Wij Jij... tegen de wereld. Ja, voilà, dat wou ik u vraag. Wij tegen de wereld. Absoluut. Dat is ook een kracht. Absoluut. Omdat we... wij probeerden goed te doen. Wij hadden ook onze ethische en deontologische waarden. We waren geen bende cowboys. Hè. Wij wilden vooral de figuur. Goed materiaal leveren Omdat we wisten Hij wordt op een ongehoorde manier bekritiseerd ja, ja. en getackled En vanuit welke, hoe komt dat, doet er niet toe De perceptie was er En, en dat was onjuist, dus dat was wij tegen de wereld Wij zorgen dat we Ultiem goede getuigen hadden ja. Om het programma nog een stapje hoger te krijgen Natuurlijk Dat werd veel gediscussieerd binnen de ploeg Over ja, en veel gefeest, en veel uitgegaan, en veel Zellig. clubbing, en tuurlijk wel. Dat was een, een ongelooflijk hechte ploeg. Moest er nog een tweede pilletje zijn? Ik he. zou mijn pilletje pakken om die periode nog eens over te doen. Dat Z waren zo intense jaren. Ik zie het al, joh. Omdat he? het net het, het clubgevoel was. Ja. U en, een en een inspirerende jambers, en, en ja, bevlogen, en, en interessant. Maar ik geloof, pre-internet, die casting, hoe deed je dat? Pre-internet? Heerlijk, hè? Op café. Op café? Op café. Stationsbuffet. Stations. Markten. Ja, ze stonden niet in het telefoonboek, hè? En wij weigerden naar een vz2 te bellen. Uh, pak nu het thema... Uh, uh, ik deed vooral de religieuze dingen. Ex-priesters, nonnen, seminaristen, uh, uitgetreden priesters, die dingen. Ja, naar kloosters gaan en gaan bellen, hè? Bellen, alle kloosters afdoen, gelukkig doet er ene mee. Oh, want het was polyamorous. Ook dat in de research. Door die onnozele journalistiek hadden wij het heel moeilijk. Dat snap ik ook. Om he. mensen te vinden die nog wilden meedoen. Daar kwam er dan nog iets bij. Ja, Niet gemakkelijk, ja, hè? Bon, om op je vraag te antwoorden, naar de kloosters gaan bellen, gaan zeggen van kijk, dit willen we doen. En dan fantastisch, dat, en dan de uitzending gaan tonen. En het klooster, ja, fantastisch. We moeten onze mening herzien. Want heel veel collega's hebben gezegd niet meedoen, we hebben het toch gedaan. Dat zijn de kleine overwinningen. En dat maakt het zo magisch. Ja, en... Maar voor de rest de getuigen op markten, als het een, een random thema was. Neem nu iets van uh, leeftijdsverschil, uh, huwelijken, met een groot leeftijdsverschil ja. van 30 jaar. ja, Dan moest je gaan zoeken op straat. Het is wel spannend. Is wel ja, zeer alleen spannend. je toch deadlines, dat is toch niet zo simpel? Om dan de juiste getuigen... Ik ja, kon er altijd goed mee om. Ik kon er altijd goed mee om. Want in de, in, in de Jamberschool. Ja je, je moest, ja, je moest getuigen vinden of anders lag je eruit. Hè? Veel druk op de keten. Veel druk, heel veel in- en uitverkeer. Ja? Heel veel mensen. Ja, mensen kregen een contract van een maand en je, je, je moet ook voelen: heb ik het of heb ik het niet? Maar jij kan hebt ik het tot het einde volgehouden. Nee, ik heb vijf jaar voor Paul gewerkt. Oké. Okay. Ja. Was dat moeilijk om daar afscheid van te nemen van die ploeg, van die machine? Ja, maar vijf jaar was een, was een goede periode, omdat iedereen de eerste lichting. Researchers, die zijn dan ook allemaal uitgevlogen. Ja. Je kunt vijf jaar een ongelooflijk gedisciplineerde coördinatie handhaven, maar daarna moet je andere dingen doen. Ja, snap ik. Je kunt dat geen twintig jaar doen. Je hoort ook de wildste verhalen van uh, de manier waarop Paul met zijn team omging. Hij, hij legde wel graag druk op de ketel, wordt gezegd. Humor. 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 Nou, dat is leuk. Soms had Paul af en toe een keer een, een uitspatting van. Ja, waardeloze getuigen. En, en dat ging dan door de hal. Maar na twee minuten was dat. Okay. Dat was ook een beetje theater. Hè? Ja. Van Paul. Zijn boosheid, was, zijn boosheid was gespeeld. En zijn ontgoocheling ook van waardeloze getuigen. Hoe is het mogelijk? Ik bedoel, ja, maar dat was een beetje clownesk. Ja. Uh, maar dat was ook plezant. Toen we afgelopen zomer naar de Rolling Stones gingen kijken, heb ik even met Paul gesproken. Hij was er ook bij. Ja. Ik vond dat hij er, ik vind dat hij er heel goed uitziet ja. altijd. Is gelukkig. Ja, hij is gelukkig. Als je ontwijfeld. gelukkig bent, zie je de jongen ja, uit. Maar ook nog altijd wel, dat is een boeiende persoonlijkheid. Dat is een personage dat je in je leven maar een paar keer tegenkomt, denk ik. Zo'n ja, de man. Ja. Uh, hij is ook net als Mick Jagger toen uh, iemand die, die toch wel lang doorgaat, heb de indruk. Als in hij blijft wel creatief bezig. Nee? Ja, ja. Is dat ook iets voor u? Zou jij ook tot je 78... Hij is geen 78, maar Mick Jagger wel. Ja, maar Paul wordt 78 is waar? in augustus, hè. Oh, dat uh, is een jongen was. Nee, okay. nee, nee, Paul is van 45, God hij God wordt fordomme. 78, ja. God, God um, maar Paul is op zijn 59 gestopt met zijn productiehuis. Hij heeft dat verkocht. Ja. En dan heeft hem nog een paar programma's gedaan. Het is niet dat Paul van... Tot nu... Elk, uh, elk seizoen twee programma's maakt, dat is niet nee, zo. Nee, dat is, waar, dat is waar. Dus hij heeft rustig afgebouwd en af en toe heeft er nog een keer geprikt met een, een paar uh, achteruitkijkprogramma's, noem ik dat dan. Ja. Tien jaar later, twintig jaar later, Zeker. dertig jaar later. Heel goede programma's. Maar um, de druk is van de ketel bij Paul, al langer. Ja, je hebt hem ook eens gevolgd, hè? toch? Ja. Hallo bij Janus, vier afleveringen. Ja. ja. Hoe was dat om te maken? Voor goed, goed present. Ja. Want je ziet het nog vaak ja jullie zijn goede vrienden ja absoluut nee dat is mooi Paul Jambers fantastisch man ik zou hem hier ook graag ooit eens inviteren we gaan dat verzorgen als voor zorgen. hij als hij daar zitten want hij heeft ook niet veel interviews hè, Paul we nee, gaan ja. dat verzorgen dat is mooi ja. daar hou ik u aan Wel, welk programma zou je nog graag maken in de toekomst zijn er nog ideeën waar je van zegt je kan ze niet allemaal loslaten want dan gaat misschien iemand ermee lopen maar, maar Um, zijn er nog zaken die branden, waar je van zegt: van, potverdorie als een vuur dat blijft? Uh, gran... Er zijn nog een paar dingen, hè, maar ik ga die niet ja. aan je neus zeggen. Nee, wat, wat, wat vind je zelf het beste dat je ooit hebt gedaan, tot nu toe, op televisie? Goh, ik, ik heb zo de twee kanten: hè. het clowneske, speelse, uh, guitige en dan de serieuze. Ja. Ik, ik, ja. ik heb die twee, uh, maar ik kijk het. Liefst terug naar de, de gevangenisreeksen, de vijf gevangenisreeksen en de reeks over psychiatrie. Omdat dat gesloten werelden waren en omdat ik toch een soort opdracht had van daar een beetje nuance in te leggen naar de kijker toe. Van kijk, iemand in de gevangenis, je, je kan een oordeel hebben, je kan een perceptie mm -hmm. hebben, maar geef iets meer ruimte aan de nuance. Met de psychiatrie net hetzelfde. Dus ja. naar die zes gereegsten kijk ik met heel veel plezier terug. Dat snap ik. Ik weet ook die periode dat ik toen in die gevangenis binnenstapte, dat heel veel cliënten ook aan mij vroegen, van komt Luc hallo, hier eens niet filmen, want ja. wij willen ook graag ons verhaal doen. Ja. Die waren daar heel blij en dankbaar voor. Hè? Ja. Uh, omdat dat eigenlijk inderdaad een beetje het, uh, het, het weeskind is van de maatschappij. Um, ja. Niemand is daarin geïnteresseerd of wil daarvan ja. weten. Ze worden allemaal in een hokje geplaatst of op een hoopje gegooid. Uh, dus dat is, dat is wel bijzonder belangrijk. Zijn dat, vaak ook, zijn dat getuigen die je nadien nog terugziet? Zijn er eigenlijk veel mensen die... Een paar je... wel. Een paar van die uh, ex-gedeteneerden ja. uh, die dan vrijkwamen, hebben, hebben contact gehouden, zijn er ondertussen een paar overleden. Want dat kom je ook vaak tegen. Hè? Mensen die lang in een gevangenis zitten, 10, 15 jaar, die zitten daar in een structuur... In een discipline, in een soort ad adrenalineshot van ze moeten zich handhaven, ook geen gemakkelijke wereld tegevang is. Nee, je ja, moet een mannetje staan, maar je hebt ook een, een strak regime, figuurlijk en letterlijk. Maar ik heb het nu over letterlijk, mm -hmm. dat is opstaan, eten, werken, in het beste geval luchten, misschien een boek lezen. Je hebt een strak regime. Mm -hmm. En als je dan buiten komen, dan zijn er heel veel uh, gedetineerden die opeens uitdoven. Ja. En heel snel sterven. Ik heb er zo'n paar meegemaakt, Clément en, en, en De Soie. Was de die, man met de amputatie? Ja, ja de Sois, interessant persoonlijk Zeer interessante man, eerlijke man ook. Ja. Geeft zijn uh, cowboyverhalen toe, heeft, heeft geboet, ja. heeft gezeten, maar twee jaar later gestorven. Hij is jonger dan mij, om wat te zeggen. Clément ja, was dan een iets oudere man. Je de intentieschade niet onderschatten. Voilà, maar dat is het. Dat is, maar ook, dat, ja, absoluut. En die bom ontploft vaak pas inderdaad als ze niet meer in die structuur zitten. En dat is zeker geen pleidooi om mensen nee. langer vast te houden, maar nee, dat is nee, nee. vooral een pleidooi om, om aandacht en belangstelling te hebben voor wat er met die mensen gebeurt als ze iets te lang vastzitten. Want wat is de meerwaarde van, van straffen die, die ja. overdreven, buitenproportioneel lang zijn? Ja. Dat, dat doet meer kwaad dan goed voor iedereen en dat is toch wel gevaarlijk. Ben je iemand die, Giver zei ooit, dat iedereen in de gevangenis kan belanden? Stel je voor, uh, ja. Luc, uh, je, je komt thuis en je ziet um, een of andere dwaze concurrent van een uh, televisiezender uh, met Sandy uh, <laughs> je, je lakens verkennen uh, en, en je flipt. O, hoe zou je flippen? Ik weet je niet. Dat is moeilijk om wat voor een te schatten misschien. Maar, maar, uh, maar ik kan u, we kunnen hier na het gesprek. Mekaar vastpakken en om te lachen een beetje duwen en trekwerk. En ik. Of ik val. Ik duw je op de grond en je valt ongelukkig. Ja. ja, misschien ga ik wel in de gevangenis geraken Als je ja. broer uh, mijn tegenpartij zou is. Dat zou zomaar eens kunnen. En dan zit ik in een bak. Hoe zou jij daarmee omgaan met zo'n uh, opsluiting? N ja, niet gemakkelijk, denk ik. Want je hebt er nu veel ontmoet. Je hebt er zelf ook in gewerkt in zo'n gevangenis? Ik weet het, ik weet het. Niet gemakkelijk. Nee? Nee, want ik weet wat het is, hoe je eraan toe gaat. Uh, Vrij. Hoe ik op mijn vrijheid gesteld ja. ben. Leven we nog in een vrije maatschappij? Ik wel. Ja, jij wel, <laughs> Jij bent nog altijd wel iemand die zegt van... Ik vertrek vanavond naar Parijs omdat ik het wil. Ja. Dat, is waar, ja. dat is de reden waarom ik uh, ooit beginnen freelancer ben. Ik ben vanaf dat ik afgestudeerd ben... Ik heb nooit een... Jawel, ik heb één, één jaar een betaalde job als bediende gehad bij Paul. Toen ik zei van Paul, dit is niks voor mij... Uh, het is gemakkelijk en hij, hij was er tegen. Oeh, ik, ik wil freelancer worden. En hij dacht: Ja, waarom? En ik zeg: Paul, ja, maar dat is het tedelijkste voor u. Als mijn dossier niet goed is, moet je mij niet betalen. Mm -hmm. Maar hij heeft er zich wel een beetje tegen verzet, omdat hij dacht dat ik ging weggaan of, ja, of te veel andere dingen zou doen. Maar dat was de beste stap. Freelance, omdat je dan wordt afgerekend op je laatste dossier. Mm -hmm. Je moet je altijd heruitvinden. Je kunt niet in slaap vallen. Je kunt niet in een hangmatcultuur vervallen. Ja. Je moet straight on blijven, je moet eerlijk blijven naar je werkgever. En je kunt van allerlei andere dingen doen. Dat was voor ja, snap voor mij het, het perfecte maatpak, het freelancer, echt waar. De redding ook. Je kunt zelf organiseren, ik ga zoveel werk in die maand, dan dat, dan dat. Het is wel stress. Het is niet voor iedereen weggelegd. Dus wij gaan verantwoordelijkheid. Het is voor mij wel weggelegd. Ja. ja. En. Aan elke tafel van een domme vergadering kan ik zeggen... Up yours, guys. <laughs> dat is een I kracht. walk away. Dat is een enorme oh, troef. Dat is, dat, een troef. Dat is ja. zo... Comfortabel. Oh. Maar op het einde van de maand uh, ben je wel de eindverantwoordelijke. Moet je het klopt, wel zelf klopt. verrooien. Maar oké. Okay. Nothing You Can't Handle. Ja. Je hebt dat samen ook met uw vrouw uit de grond gestemd, denk ik. Ja. Productiehuis. ja. Is dat niet moeilijk om met uw nee. liefde samen te werken? Nee, absoluut niet. Dat wordt soms afgeraden, hè? Ja, nee. Uh, ik, ik zou het aanraden, maar dan ik dat van u zelf. Of van uw soms, vrouw. Soms bij symbiose, <laughs> soms bij een, een twee-eenheid en, en, en dat werkt wonderwel. Ja. Voilà. Wat, wat is jullie geheim? Want het is toch wel... Hoe, hoe lang zijn jullie een koppel? Getrouwd al even? Maar, Volgens bronnen te lang. Nee. Volgens onze bronnen het tekort, Ja, dat geloof ik. Volgens uh, u? Veel te kort. En voilà. mag, het voilà. mag eeuwig en het zal maar, eeuwig blijven. We moeten bij. er geen cijfer op plakken. Nee, het is dat. Maar, of, wat is jullie geheim? Er is, toch... is geen geheim. Ja, blijkbaar wel. Wat is het succes van de klan? Ik, ik ga uh, hier uh, auteurs tegen mij hebben en psychologen en uh, visionairen. Het is geen werkwoord. Hmm. Als je weet wat ik bedoel. Ja, zeker. Het is geen werkwoord. Er wordt een boek geschreven, lief is een werkwoord. Voilà. Ja. Dus die mensen heb ik tegen, om, omdat ik dit durf poneren, maar. Voilà. Het mag geen werkwoord worden. Voilà. Nee. Het is, het is natuurlijk, soms moeten wij ons in de wang in, in de knijpen en, en zeggen. Dan heb van, je geluk, hè? Oei. We zijn precies nog maar zeven jaar samen. Ja. Zo, prachtig, dat is prachtig. Zo van, ja. Kunnen we nu even op de pauzeknop duwen? Ja. ja, ik zie dat ook wel als ik jullie bezig zie. als getuigen zijn. Uh, dat, 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 is, dat is bijna een, een, een onwaarschijnlijke kalverliefde. Jullie gaan ook heel speels met elkaar om, als ik even terug mag. Vindt het, niet. Uh, het, is ook, het is ook een schat, hè, Luc. Zij ja, is tuurlijk, ook een schat. Hè? Tuurlijk, ja, natuurlijk, moet ik ook. Hoor. Goed lachs ook. Ja, jij ook, ja. zeker wel. Maar zij is ook echt altijd goed lachs. Op mij. Misschien enfin, zie ik ze te weinig om het te kunnen inschatten. Nee. Maar jij bent. Ik heb, ik heb jou ook nog op TV, nog daarbuiten, ooit slechtgezind gezien. Ben jij vaak slechtgezind? Nee. nee. Jawel, ik ben soms slechtgezind. Ja? Bijvoorbeeld. Als de geschreven pers en in uitbreiding de journalistiek. amper één uur. schrijft over. bazen van Klebrugge, ondanks fraude. Ja. mogen het afkopen. Ja. ik vind dat niet kunnen. Uh -huh. Als ik het doe, zit ik in een bak. Ik wil weten, helemaal waarom. Ja. En ik wil weten hoeveel. Ik heb daar recht op. Uh -huh. Dan ben ik even boos. Uh -huh. Ja, dat snap ik. Ik ben boos dat Mazu wordt ontslaan bij Anderlecht. Het duurt maar drie minuten, hè, maar. Ja, ja. Maar ik ben ontzet, verbijsterd. En ik gooi dan een geïmproviseerde schoen naar mijn tv-toestel. Maar in drie minuten is het over. Ja, soms pakt je ook de megafoon, hè? Ik heb u ooit boos geweten... Maar dat omdat... is de verontwaardiging. Omdat de Rajan Angola niet was geselecteerd door Martínez om mee te gaan. Absoluut. Ben je ook bij de megafoon naar de training geweest, of zo ja. ik? Ja, ja. Hij geen rode duivel niet meer zijn. Ik ben naar... Waar zitten ze? De uh, Rode Duivels Ja, in Tubeken Tubeken, Tubiezen ja. Tube -tube zeg ik al dat, ja, de, 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 de. dat is allemaal hetzelfde in de cowboyfilm Ik ben naar daar gegaan met mijn megafoon Ik heb dat op internet gezet Omdat ik het niet rechtvaardig vond Mag ik ook mee bepalen? Je had beter mee geweest nu hè? Ja, ja, maar ja. Dat vind ik, ik, ook ben, ik ben ontgoocheld Als mm. Anthony van der Borden Ik ging jarenlang Speciaal naar Anderlecht om Anthony van der Borden ja, te zien Maar weer een voorliefde voor die rebels Ja, characters. maar Anthony van der Borden die is niet bejegend en omringd naar behoren. Ik begrijp niet dat je zo'n talent niet, niet omringt met een assistent of met iemand die 24-7 aanwezig is ja. of, of een copain wordt of... Weet je? Een verbindingsman. Didier Lamquelzee. Zou jij hem kunnen coachen? Absoluut. Absoluut. Hij zou het wel nodig hebben. Of kun Hij zou het nodig hebben, maar daar moet je op inzetten. Hmm. En het is zo gemakkelijk om te zeggen... Nee, pas niet. Dat doet mij weer denken aan mijn humaniora. De leerkracht die zegt van... Hey, uh, de onaangename eikel in een maatpak verdient, verdient <laughs> meer punten dan eigenlijk wel die goedlakse, eerlijke man die zijn boterhammen deelt met zijn buurman waar een aan heeft. Dat is nog altijd hetzelfde van die bobo's. Ik zei, was te rehabiliteren. Met de juiste insteek, met de juiste mensen, met de juiste motivatie, met het juiste enthousiasme. Absoluut wel. Absoluut wel. Kunnen ze jou opbellen, de voetbalclubs? Die zeggen van potverdorie... Direct. Die... Ja. Direct. Ik zou het wel. Ik zou het ook een tv-programma waren. Ik staat, had dat graag gedaan Anthony van der Bor. Ik vind dat echt een schande. Ja. Een diamant die eigenlijk weggeworpen is. En ik dacht ja. van. Compagnie, Aldem terug in de B-ploeg of in de reserve. Ja. Ik dacht van. Ah, Anthony. Ja. Uh, wat zei ik? Uh, Vincent. Ja. Ook de manier waarop dat Vincent Compagnie. Buiten... Ja, nu hebben ze daar nou, wel spijt dacht. van natuurlijk. Karl Hoefkes, net hetzelfde. Waarom moet die gas buiten? Ja. Ja, de nieuwe coach doet het ook niet veel beter. Ik vind dat het dieptepunt en het, meteen ook het hoogtepunt van het voorbije voetbalseizoen. Karl Hoefkes langs de kant. Leg hem mij uit. No. Hij behaalt de Champions League in een goede band. En dan zijn er een paar heren die niet naar behoren willen voetballen. omdat ze hm. misschien een buitenlandse transfer ambiëren. omdat ze het even laten hangen. Die gasten moeten aanpakken. Als een, als een, een coach slecht is, moet hij gaan. maar als hem goed is, ondanks de slechte. Uh, ...cijfers moet hij blijven. En dan word ik even drie maar, minuten lang... ...drie ja, minuten lang word ja, ik even Voetbal boos. is ook wel zoiets waar Luca Allo... Uh, ...voor uit zijn kot komt, hè, figuurlijk gesproken. Je, 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 ken, je volgt het echt. Ja. Maar je wordt er ook echt... Um... Martinez had... <laughs> wat zit hem nu bij Portugal te doen? Drie jaar geleden moest hij al gaan. Nou, ja. Iedereen ja, had het door. De laatste twee toernooien waren uh, pijnlijk. Hè? Ja, maar, ja. maar waarom gebeurt het dan niet? Leg het mij uit. Leg het mij uit. Omdat er zoveel speelt ah, voilà. uh, achter we de voilà. schermen. En wij ja, voilà. Dat is, en wij voilà. voilà. zou niet mogen. Terwijl vaak uh, het volk het toch wel goed aanvoelt, vind ik. Uh, de mislukking op het afgelopen WK, daar waren zeer veel mensen die dat toch wel uh, ik denk, van hende en verre zagen aankomen. Ja. Ben jij naar Qatar geweest? Nee. Nee. dat... Principeel niet? Of omdat ben, je niet je ja, natuurlijk. Principeel. Ja? Er waren al twee jaar uh, voor uh, de eerste openingswedstrijd reportages uh, worldwide te zien uh -huh. over het crapuleuze arbeidsmisbruik van ingehuurde huurlingen die daar uh, die in ondermaatse omstandigheden moeten werken. En nog, ja. nog. Ik snap dat voetballers die uh, al hun geld hebben verspeeld in de tribune zaten, dat zie ik nog door de vingers. Uh -huh. Maar het zou toch groots geweest zijn. Hey. Ja, zoals. De armband. Ja, leg mij uit, Omar. De ja, maar leg het mij uit. Ja. Maar dat, dan... dat de ploeg niet wil gaan, dat begrijp ik nog. Maar dat ze het lef niet hebben mm. om een armband aan te doen mm. die even de multiculturele wereld vertegenwoordigt. Maar wat als du... mij uit? de spelers, ze hebben ook allemaal WhatsApp-groepjes, als die nu afspreken, we doen het allemaal, wat zouden ze doen? Voilà. Ze, kunnen, ze moeten toch een WK organiseren? En en wat zouden voilà. ze... Je bent toch sterk als speler of als bond? Voilà. En Je hebt ook een verantwoordelijkheid. Je ja. de mondiale verantwoordelijkheid om op te komen voor het goede en het slechte. Ja. Wat vond je daarvan de oplossing van de Duitse ploeg, die, die de hand boven de mond... Inferieur. Ja, ik snap u wel. Ik snap u wel. Het is alles Te of weinig niet. leiderschap. En het, het is zijn er allemaal of niet. Eigenlijk, zitten zijn er allemaal rijke jongens die op die velden staan, waar money not an issue anymore yes. is, vaak. Dan zou je toch denken dat ze daar wel leiderschapsskill... Pas op, ik wil ook geen steen werpen, want ik, iemand als bijvoorbeeld Jan Vertongen, die ik enorm hoog inschat, ik vind dat een heel toffe gast, intellectueel vaardige gast. En wel, dan nog het meest respect voor Jan, want die zei, kan ik zeggen. En, wel, dat en ik. daarmee zegt hij ook ja, ja, alles. Ja, voilà, maar ik. die zegt ook, snap en je had ik. nog iets meer mogen zeggen, ik mag niks zeggen, meneer de journalist, ik, of meneer de journalist, u weet waarom. Je had nog even ik maar vond, bon. Ik vond ook wel, en om het een beetje af te ronden, maar dat dit misschien wel de uitgelezen kans was voor de Belgische Nationale Ploeg om zoiets te doen. Want het was op voorhand, het stond in de sterren geschreven, dat niet hun allerbeste toernooi zou worden. Ja, Dat is een foute reden om dan nee, nee, af te nee, dat haken. Nee, dat weet ik, maar dat, dat, dat zorgt er wel voor dat er eigenlijk geen excuus niet meer voor is. Stel je ja. nu voor dat, dat, dat dit was gebeurd uh, vijf jaar geleden, toen we in Rusland derde werden. Ja. Uh, dan zou je zeggen: van ja, ze voelen de kans van, van hun leven glippen als ze hier principieel bon, gedrag etaleren. Je merkt het. Het voetbal is een metafoor voor het leven. Hè? Dat, is duidelijk, ja, dat is duidelijk. Het is zo, hè. Ja. Alle grote emoties komen naar boven. Hè? Zeker. Uh, ik, ik vind het ook een prachtige uitspraak om uh, deze aflevering een comma te geven. Geen punt, want ik uh, hoop uh, diep van binnen dat je nog eens terugkomt. Absoluut. Op de Sessions. Absoluut, als ze nog... Uh, ja, de, de, de drank zal altijd... De drank uh, is hier aanwezig. Voor Zolang jou, de drank niet op is, kom ik. Ja, dan, dan gaan we daarvoor zorgen. Ja. Dan uh, moet je blijven terugkomen. Tot slot, Luc is Luc Hallo een gelukkig man? Ben je, sta je gelukkig in het leven? Ik heb de indruk van wel, maar ik, voor jezelf? Ja, ik sta zeer gelukkig in het leven. Ik mag doen wat ik wil, met mm -hmm. wie ik wil. Ik heb geen uh, verbonden met de duivel. Alleen gaat de tijd te snel. Ik zit over de helft van mijn leven... Ik zit over de helft van mijn leven. En ik vraag me af: hoe groot is de taart nog? Er is al drie vierde van de taart weg in het beste geval. Ja. Je weet nooit wat er sluimert. De laatste sluimert... is altijd het lekkerste. Ja, maar je weet nooit wat er sluimert in het lichaam. Ik heb al heel veel vrienden van mij die jonger zijn. Daar speel ik wel mee. Dus ja. uh, de inzet al een paar jaar lang is: uh, geen dag verkloten. Aan dus, onzinnige dat is, dingen. Dat is een mooie motto. Toch? En je zal het merken, maar hoe ouder je wordt, zegt opa, hoe meer irrelevante deuren je sluit. Prachtig. Je gaat niet meer lunchen met inferieure personages en belhamels. Ja, snap ik. Je telefoneert niet meer met idioten en malafide mensen. Doorselecteren. Selecteren, filteren. En je amuseren met de goede mensen. Dat is prachtig. Mag ik nu sterven. Uh, nee, nog, niet, ja. nog niet. Nog lang niet, nog Luc. Uh, ik wil je bedanken voor dit uh, ongelooflijk boeiende en uh, fijne gesprek. Ik uh, kan onze kijkers en luisteraars ook meedelen dat één nogmaals td-onthaal Antwerpen VZ2 het goede doel is dat Luc al heeft gekozen. Dus daar zullen de bijdragen uh, naartoe gestuurd worden van zodra het seizoen 2 erop zit. Alsjeblieft, laat jou groot en goed hart zien. We hopen echt dat we net als in seizoen 1 heel erg veel fondsen mogen verzamelen. Daarnaast ook nog een kleine lokroep om onze sociale media te volgen. Want het Instagram-kanaal, de Sweetie Sessions, zal uh, extra feed krijgen. Extra feed, namelijk. Jullie kijkers en luisteraars hebben ons enkele vragen toegestuurd die Luc Allo mag en zal beantwoorden. We hebben er vijf uitgekozen, de vijf leukste, de vijf beste of de vijf meest uh, gevraagde, gestelde vragen. Dus dat zullen wij loslaten op onze Instagram-pagina. Ik wil jullie van harte danken voor jullie aandacht, volgehouden aandacht. En ik zie jullie terug binnen een uh, maandje, want binnen twee weken is het opnieuw de beurt aan Munir Swidi, mijn broer, de andere host. En binnen vier weken ben ik er terug met een nieuwe gast. Van harte dank en tot ziens. Ciao.